We gaan verder naar Petra Blaise. Petra Blaise heeft in 1991 Inside Outside mede opgericht. Maar ook daarvoor al was zij bezig met textiel, licht, afwerking in vormgeving van interieurs en van tuinen en landschappen. Ze werkte samen of werkt samen met Cloud Collective en Braaksma en Roos aan het ontwerp van de Lokal en stiekem ook een beetje, geloof ik, aan de omgeving daarvan. We hebben haar gevraagd om vandaag iets te vertellen over haar werk en ervaring in het vormgeven van de binnen- en buitenruimte. En natuurlijk over haar ideeën en visie voor de Lokal. Petra, aan jou het woord. Dankjewel. Goedenavond. Ik vind het zo'n mooie kaart. Ik vind dat we ons hele interieur maar moeten veranderen en het zo gaan maken. Want dan wordt het een soort interieurstad. Zou toch mooi zijn? Goed. Inside Outside. Ik wou er een beetje over vertellen. Ik ben alleen begonnen als tentoonstellingsontwerper. En heb veel toegepaste tentoonstellingen gemaakt. Dus architectuur en ontwerp, design. En dat is uitgegroeid tot samenwerkingen met architecten. En inderdaad, in 1991 is het officieel, ben ik officieel ingeschreven als Inside Outside. Dus vorig jaar hebben we 25 jaar bestaan gevierd. Was heel erg leuk. En ik heb twee partners uitgenodigd en die hebben ja gezegd om met mij samen verder te gaan. Maar we hebben een heel internationaal team. Niet zo groot, iets van tussen de 8 en 12, 14 mensen. En uit allerlei landen en van allerlei disciplines. Dus interieur, landschap, ontwerp, mode, culturele antropologie, van alles door elkaar. Met allemaal hobby's daarnaast, zoals zang en muziek en god weet wat, allemaal leuke dingen. En, want mijn interesse is de samenwerking en het elkaar inspireren door verschillende culturen, verschillende talen, verschillende perspectieven. En eigenlijk is dat in de samenleving nu een heel goed onderwerp om het over te hebben. En vooral ook om van te genieten wat je van elkaar kunt leren en hoe je met elkaar communiceert om dingen beter, mooier, breder en prachtiger en dieper te maken. Mijn interesse heeft altijd, is altijd geweest het creëren van omgevingen. En het verbinden tussen binnen en buiten is niet zo vreemd, omdat moderne architectuur zich daar natuurlijk enorm toe leent met al die transparanties in tegenstelling tot vroeger, waar alle muren dik waren en waar ramen heel georganiseerd maar vrij klein waren. En wat ik interessant vind, is dat vroeger natuurlijk in die ouderwetse architectuur het landschap vaak naar binnen werd gehaald in de vorm van wandkleden of tapijten. Eigenlijk in alle culturen heeft textiel een enorme rol gespeeld als representatie van natuur binnen. En dus onze interesse heeft eigenlijk zich nu als team daartoe ontwikkeld hoe je binnen en buiten met elkaar kan verbinden, maar ook verschillende schalen, zoals ik net liet zien. We maken ook doeken van verschillende schalen, maar ook tuinen, van hele kleine tuintjes tot gigantische stedenbouwkundige landschapsplannen. En dat spelen met die verschillende lagen en het vervagen van, de grens tussen binnen en buiten. Dat is eigenlijk iets wat blijft fascineren en wat je op allerlei manieren kunt doen. En je kan natuurlijk het vervagen, maar je kan ook scheidingen op hele subtiele manieren ontwikkelen. Zowel door beplanting als met textiele technieken. En in samenwerking met architectuur en natuurlijk ook met ontwerpers is dat altijd een heel mooi spel. En houdt het ook de bezoeker bezig en degene die de gebouwen gebruikt. Natuurlijk is licht bij ons werk een heel belangrijk werktuig eigenlijk. Ook soms waar helemaal geen licht is. Dus dit is een tentoonstelling voor het Van Gogh, waar we gewoon een enorme lamp buiten hebben gezet en de muur eigenlijk hebben ingesneden met openingen. En dus overal waar het kan
is daar altijd bij ons die interesse om filters te maken, maar ook openingen. En openingen te maken die eigenlijk je ervaring, het uitzicht componeren. Waardoor je de beschouwer of de gebruiker een ander inzicht of een andere kijk krijgt op zijn omgeving. En met licht komt ook schaduw en donkerte natuurlijk. En reflectie is heel belangrijk in ons werk. Niet alleen reflectie als een soort egotrippen en selfies, maar reflectie ook om een wereld in een andere ruimte te trekken. Zoals hier, dat een boom eigenlijk ook naar beneden groeit, de korst van de aarde in. Of de reflectie natuurlijk in het landschap. We hebben ook kunstopdrachten in onze envelop of in onze opdrachten zitten. En dit was voor het Zonneveldhuis in Rotterdam. En omdat mijn en ons werk altijd gaat over de architectuur of de omgeving waarbinnen wij worden uitgenodigd, gaat het vaak over het bestuderen van waar we zijn en wat de kwaliteiten zijn van de architectuur of de omgeving. En hier is dit gebouw uit 1933 een nieuwe bouwen. En daar wilden wij graag het licht, lucht en ruimte-effect extrapoleren, eigenlijk nog duidelijker maken. Dus we hebben alle gordijnen weggehaald juist en de vloeren met spiegel bekleed. En daardoor werd alles nog ruimer, nog lichter, maar ook heel merkwaardig. Want gordijnen werden opeens structuren enzovoort. Dus reflectie is belangrijk en het openbreken van, als er een grens is, om die grens open te breken. Waardoor er eigenlijk toevallige ontmoetingen komen tussen voorbijgangers en wat er binnen het gebouw gebeurt. Dus jouw landkaart, Matthijs, of jouw stadskaart, waar alles grenzeloos in elkaar overloopt, dat spreekt ons enorm aan. En dat kan je op allerlei manieren doen. En het onderdeel van voyeurisme, of eigenlijk de sensualiteit van het half verbergen en half openbreken. Juist dat je net iets ziet, maar niet precies weet wat, is ook een hele oude traditie natuurlijk, ook in de schilderkunst en in de kunst. Dat textiel gebruikt wordt om dat soort effecten, of het nou op je lichaam is, of hoe dan ook, om die sensualiteit en die nieuwsgierigheid te ontlokken aan de beschouwer of de toevallige voorbijganger. Dus dat openbreken, en dat kun je heel ver doorvoeren, dat hebben we in Almere gedaan door de vloer van een parkeergarage die eigenlijk ondergronds was open te laten barsten, eigenlijk de druk van het water van die polder die gewoon door dat beton heen drukt, en daardoor ontstaat er een soort tuin. Helemaal beplant natuurlijk met vochtminnende bomen en planten. En die een extra dimensie creëren. En zo werken wij met architecten mee om te kijken waar openingen, uitzichten en ervaringen gemaakt kunnen worden. Die een gebouw interessanter maken, maar ook verwelkomender en bruikbaarder en een andere gevoel geven aan de gebruiker. We werken heel veel met textiel en ook we maken heel veel gordijnen. Ik noem het doeken omdat de schaal vaak enorm is, maar we maken ook kleinere dingen voor privéhuizen. Maar daarin is het de rails of de manier waarop het gordijn bevestigd wordt of de choreografie die ontstaat door het ontwerp van zo'n rails. Heel belangrijk, want een gordijn kan zich opvouwen en uitspreiden en kan verschoven worden in verschillende posities. En daardoor choreografeer je eigenlijk de beweging niet alleen van het object, maar ook van de mensen eromheen. En je geeft ook een soort elegantie of niet aan de gebruiker door zo'n object te hebben waar men mee kan spelen. Men kan daarmee dingen veranderen en een soort samenspel, een soort dans mee hebben. En dat die rails, dat is voor ons eigenlijk hetzelfde als het pad buiten. Het pad is natuurlijk een werktuig, of hoe noem je dat, een tool, om beweging mee te
te ontlokken, om de weg te wijzen, om te laten zien waar je naartoe kan. Het hoeft niet altijd rechtlijnig te zijn, zoals in dit ontwerp voor een publiek park in Milaan. Het kan ook natuurlijk met allerlei lyrische vormen zijn. Dit was onze gevangenistuinen in Nieuwegein, heel lang geleden. Dat pad kun je gebruiken, maar je hoeft het niet te gebruiken. Je kan overal lopen, maar het pad geeft je een route die misschien uitlokt tot filosoferen of gesprekken of gedachtegangen. En zo doen we dat ook bij de UvA, waar ik straks verder op in zal gaan. Dus het pad hoeft ook niet altijd plat te zijn waar je overheen loopt, maar een pad kan ook gevormd worden door, zoals hier in China, door een soort een lint van bomen waar je onderloopt voor de schaduw, voor bescherming. En waarmee je dus een ervaring hebt, een landschappelijke ervaring. En je kan ook gewoon een rechtdoor pad nemen, dan ben je er veel sneller. En voor ons is natuurlijk ook in de beplanting, in de tuin, in het landschap, het gebruik van topografie, de driedimensionaliteit van de grond, de aarde, belangrijk, net als in architectuur, om ruimtes te organiseren, om een soort kamers te maken. En we zijn zeer geïnteresseerd, eigenlijk steeds meer geïnteresseerd, en ook natuurlijk logisch, met alle discussies over de wereld en sustainability, verantwoord omgaan met je omgeving, en het steeds groter stedelijke karakter van onze wereld. In de samenwerking tussen mens en dier, mens en grond, mens en iedereen, alles met elkaar. En men ontdekt of herontdekt ook steeds meer kwaliteiten die niemand eigenlijk meer weet. Maar insecten, planten, bomen, wortels, wurmen, torretjes, alles heeft een rol en alles communiceert en alles heeft een verband. En er wordt steeds meer ontdekt hoe belangrijk die verbanden zijn. En dus hoe stedelijk wij ook zijn en waar we ook werken, we proberen als bij Inside Outside om die biologie weer op te wekken. En soms in de meest onmogelijke omstandigheden, maar ook in hele kleine stedelijke niches om een soort biografie of biologietjes te maken, kleine wereldjes waar van alles opeens op afkomt en waar van alles gebeurt. En natuurlijk zijn we ook bezig met een soort landbouw zoals heel veel mensen tegenwoordig doen. Dus eigenlijk een soort groentetuinen en vruchtentuinen bovenop daken van hele grote bedrijven. Omdat dat gewoon super interessant is en heel leuk is, ook voor mensen die ergens werken. Om te helpen om hun eigen lunch of eten te laten gebeuren of te groeien, of hoe noem je dat. Wij werken natuurlijk wel met de natuur in zoveel mogelijk natuurlijke manier, maar ook op hele synthetische manieren. Hoe kan je inside-outside bijna letterlijk verwarren? En hoe kan je beplanting gebruiken om ook de meest harde omgevingen nog een soort karakter te geven? Of hoe kan je beplanting gebruiken om de meest afschuwelijke dingen waar we altijd mee moeten werken? Namelijk, je krijgt een waanzinnig leuk buitenruimte toegewezen, maar daaronder zitten natuurlijk allemaal parkeergarages of machinekamers. En dan komen er ineens overal grote schoorstenen uit en nooduitgangen van metro's en putten en buizen. En hier is dan hele grote schoorstenen in Shenzhen, die we dan beplanten. En we hebben ook tuinen binnen, waar eigenlijk de architectuur, een soort architecturale kolommen gevormd worden door beplanting. En we zijn geïnteresseerd in zwaarte en in het gebruik van materialen en wat je ermee kan doen, maar natuurlijk ook in gewichtsloosheid. Want als je met stof werkt en met lucht en met licht en met klimaat, dan gaat het daar onder andere over. En ik heb het zelf altijd over de emancipatie van het gordijn. We willen niet meer gehoorzamen aan de architectuur. We willen zelfs niet meer afhankelijk zijn van de architectuur. Dus we hebben ook gordijnen gemaakt die aan ballonnen hangen,
voor bepaalde theatervoorstellingen. En gordijnen gemaakt die naar buiten gaan en die niet meer binnen hoeven te zijn, maar ook kunnen ontsnappen en gewoon buiten kunnen zijn. Is dit oké voor jullie? Kunnen jullie dit nog volhouden? Goed, dan ga ik nu een verhaal vertellen wat het gordijn, het doek, zou kunnen doen. En eigenlijk als een soort metafoor voor publieke ruimte hebben wij een installatie gemaakt voor de biennale, architectuurbiennale in Venetië. We waren uitgenodigd door het toenmalig architectuurinstituut, door Ole Bouwman, om Nederland te vertegenwoordigen in het verbeelden van de moeilijkheid of de crisis van de market economy, namelijk dat er alleen maar gebouwd wordt en alleen maar over winst en groei gedacht wordt, maar dat in Nederland en ook elders in de westerse wereld eindeloos veel gebouwen leegstaan, waar niks mee gebeurt en dat eigenlijk men vond, zeker het NAI op dat moment en terecht, dat lege gebouwen weer in gebruik genomen moeten worden. En dat dat de economie ook zou helpen. En het jaar daarvoor, of 2 jaar daarvoor, hadden ze ook zo'n installatie gemaakt. Waarin de hoeveelheid leegstaande gebouwen getoond werden. En nu hebben wij iets gemaakt wat eigenlijk laat zien dat je een leegstaand gebouw, zoals het gebouw van Rietveld, uit de 50er jaren, wat een monument is en wat per definitie, omdat het alleen maar functioneert tijdens de kunst- en de architectuurbiennale, leeg staat. En dat je met een relatief eenvoudige ingreep. Oh, het ziet er daar beter uit bij mij dan hier. Bij jou was het omgekeerd. Oh. Dat je eigenlijk met een relatief eenvoudige ingreep allerlei dingen kunt beïnvloeden, veroorzaken, creëren die bruikbaar zijn op allerlei verschillende manieren. En de thema van de biennale van Chipperfield was Common Ground. En iedereen was bezig met sociale architectuur, helpen en terecht natuurlijk met tsunamis en armoede en ongelijkheid en al dat soort dingen. En wij hebben het door het thema op een andere manier opgevat. We hebben een installatie gemaakt die van hele eenvoudige dingen gemaakt werd, namelijk fietsketting, een paar motortjes en een lap stof. En voor ons was dat een taal die overal ter wereld gebruikt kan worden. En wat wij wilden maken was een systeem tegen het plafond wat een doek van een bepaald formaat zou meenemen in verschillende, in een soort reis van 12 verschillende standen, waarin het doek verschillende soorten kamers kon gaan maken. En die verschillende kamers die suggereren een bepaald gebruik. Het kan een theater zijn, een kapper, een synagoge, een werkplek. Maar in ieder geval door die vorm zou daar de suggestie bestaan dat je met op een hele eenvoudige manier verschillende gebruiks manieren van gebruik kon introduceren. En we hebben ook alle ramen opengebroken, want in de beeldende kunst is er een hysterie natuurlijk over UV-licht en wordt alles afgeplakt. We hebben alle ramen opengemaakt en we hebben spiegels op het dak gezet die nog de zon ook nog eens naar binnen kaatsten. En voor ons ging natuurlijk de installatie ook over tijd. De 12 standen verbeelden de 12 standen, de 12 uren van de dag en van de nacht. En dat de zon sowieso binnen kon met alle schaduw en beweging, maakte natuurlijk dat binnen alles bewoog van oost naar west. Maar door de spiegeling en terugspiegelen van de zon bewoog ook nog de tijd van west naar oost. Zo zag de installatie eruit. En wij hebben de lappen natuurlijk ontworpen. En die lappen die vertegenwoordigden, of dat doek, eigenlijk allerlei begrippen die in architectuur voorkomen. Dus het gaat over reflectie, absorptie, uitzicht, obstructie van uitzicht, horizontale organisatie, verticale organisatie, kleur versus non-kleur, enzovoort. En wij werkten met een Duitse producent. En die hebben het ook gedeeltelijk gesponsord. En die waren zo ontzettend goed dat het geluid
dat het hele installatie met die fietsketting en die motors helemaal geen geluid maakte. En dat vond ik zo jammer, want ik vond juist het idee dat het een soort tik-tik-tik-tik-tik zou gebeuren toevoegen aan het hele idee dat het een heel eenvoudig structuur was. Maar het was zo gestroomlijnd. Dus toen heb ik toevallig een Nederlander ontmoet die meehielp met de installatie, die componist bleek, en gevraagd of hij alsjeblieft geluid kon maken van gevonden voorwerpen. En wat u daar ziet, ik dacht dat hier een rood dingetje op zat, maar dat doet het niet. Maar u ziet die pijpjes en die dingetjes en hij had een vinger gemaakt. Ja, die doe ik. Oh, hij zat. Ah, daar is hij. Oké. Okay. Dus hier ziet u, heeft hij aan de railsen metalen gevonden bouwstukjes gemaakt. En hier zitten ijzeren vingertjes geklemd op de bovenkant van het gordijn. En als het gordijn langskwam, dan ging er dus tik, 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 pling, 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 pling. En dan even niks. En dan kwam er weer later weer een ander geluid. En dat suggereerde voor heel veel publiek allerlei verschillende dingen. Japanners dachten dat het om een tempel ging. En Westerlingen dachten dat we gingen eten. En nou ja, het was allemaal multi-interpretabel. Ik wou u de film laten zien. Dat duurt wel even, maar een van de redenen waarom ik het wil doen is, ik zie nu niet waar het zit, maar oh, dat is een versnelde opname. Nou ja, goed, die is ook best, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De soort Charlie Chaplin wordt het zo, hè? Nou, in werkelijkheid gaat het allemaal vrij langzaam. Want een van de redenen van deze, is de gewoon de verkeerde film, van deze installatie is namelijk het thema tijd. Omdat wij allemaal geen tijd meer hebben. En eigenlijk nooit meer ergens kunnen wachten en nooit meer ergens kunnen zitten. En nooit meer kunnen kijken hoe iets zich ontwikkelt zonder dat je er meteen begrijpt waar het over gaat. En dus de film die ik wilde laten zien duurde 10 minuten. Dit duurt waarschijnlijk een paar seconden. Maar u ziet wel een beetje het effect van het gordijn. Waarom ik het interessant vind ook als publieke ruimte is, het is natuurlijk één ruimte. Daar beweegt het ding zich doorheen. Terwijl dat object beweegt, worden groepen gespleten of worden mensen bij elkaar gebracht. Ineens sta je met iemand, want dat gordijn staat stil en staat dan in een bepaalde stand een minuut stil. En dan is er opeens een kamer met mensen die elkaar niet kennen en die ineens een gesprek gaan beginnen. Of een groepje staat bij elkaar en ineens komt dat gordijn tussen je door en ben je opeens van elkaar gescheiden. Dus dat was een van de belangrijke dingen. Het andere wat ik er later ook in zag was de invloed en het belang van de mechaniek. De techniek die heel veel invloed heeft op onze omgeving. En wat later en misschien ook straks in de bibliotheek gebruikt kan worden. Ik kan hem ook stopzetten, hè? Door gewoon door te klikken. Ah, heel goed. Ik ga u nu een voorbeeld geven van een andere bibliotheek waar ik aan gewerkt heb een hele tijd geleden. Dat was de Seattle Public Library met architecte OMA. Het was een heel mooi proces en eigenlijk lijkt het misschien wel een beetje op het proces nu met de Lokhal, hoewel veel langer geleden en ergens anders. Dat we vanaf het begin af aan betrokken waren als landschaps- en interieurarchitect om mee te denken over die bibliotheek. Niet zozeer over de, nou ja, niet over alles natuurlijk. Bijvoorbeeld niet over het archiefsysteem van de boeken of hoe het zich moest ontwikkelen als het zou groeien. Maar wel over de buitenruimte dat vrij beperkt was en de hele interieur. En hoe je mensen, publiek uit de stad, en dit lag werkelijk in het centrum, maar hoe je toch desalniettemin mensen uitnodigde om binnen te komen. En de uitnodiging om binnen te komen heeft het landschap
heel belangrijke rol. En gewoon door zijn zachtheid, door geluid, door de geur, door het feit dat je er bankjes neer kan zetten, mensen kunnen zitten, ingangen heel duidelijk aan te geven. Wat ook heel leuk was, is dat de footprint, dus de plek van dat gebouw, werd door OMA, het gebouw van OMA, eigenlijk bijna helemaal in beslag genomen. Behalve een soort hoeken onder de overhangsels en zo. En daardoor zaten we eigenlijk tegen de stoep aan van de gemeente. En we hebben de gemeente, met hulp trouwens van de directrice van de bibliotheek, kunnen overhalen om daar waar de bibliotheek begon, de straatbomen te veranderen. En om families van straatbomen te maken aan elke kant van de bibliotheek. Aan één kant was het familie Eiken, aan de andere kant de familie, ik geloof, wat zijn Maples ook weer, Esdoorns? Esdoorns, die ook een soort pleintje vormde, aan de andere kant naaldboom. Enfin, allemaal lokale bomen, behalve natuurlijk de Japanse asters, die eigenlijk een soort collectie of een bibliotheek van bomen werden. Dus vanaf de eerste schetsjes en ideeën, en hier ziet u al eigenlijk dat de boompjes en die groene vlakjes, dat is buiten, en binnen gaan die vlakken een beetje door. En eigenlijk werd het concept van ons om de buiten een soort tapijten te maken van groen. Allemaal tapijten van lokale beplanting, die goed tegen schaduw en wind en het verschrikkelijke klimaat van Seattle. Het druilt en het regent behoorlijk veel daar. En dan ga je naar binnen en dan worden die tapijten textiele tapijten. En die hebben we dan ook echt bedrukt met plantenafbeeldingen. We hebben ook meegedacht over alle kleurstellingen van de verschillende zalen. Kinderbibliotheek, zitelementen, laboratoria, digitale bibliotheek, de bekleding van alle volumes binnenin om akoestische effecten te hebben, plafonds, wanden, vloeren. Die tapijten waren eigenlijk een soort textiele tuinen die naar boven liepen, waardoor mensen ook de weg konden vinden zonder dat je overal bordjes hebt van hier links en hier rechts. Maar die tapijten waren eigenlijk een soort bewegwijzering op zichzelf. En die vormden ook plekken waar mensen op konden zitten. En de afbeeldingen die we gebruikt hebben waren vrij groot, waardoor... Ja, dit was eigenlijk het ontstaan van het idee, maar dat ga ik nu niet vertellen. Dat duurt allemaal te lang. Hier ziet u de organisatie van de tapijten, waar die balletjes, dat zijn allemaal tapijten. Naarmate je meer naar binnen en naar boven gaat, veranderen die tapijten van kleur, van groen naar blauw naar rood. Ze worden steeds warmer van kleur. Alsof je steeds meer inhoud krijgt en je hart steeds harder gaat kloppen, wordt ook de tapijtkleur en de interieurs warmer. En het zijn allemaal foto's die ik zelf gemaakt heb. En die zijn dan eigenlijk vertaald naar druktechniek. Dat heet injectieprint. Dat zijn echt injectiespuiten die de hele haar van de tapijt kleur geven. Dat is een synthetisch tapijt, antistatisch, makkelijk schoon te maken, licht echt, enzovoort, enzovoort. En die zijn bedrukt met deze foto's. De moeilijkheid was dat een foto, ook al is het van een groene plant, heeft 375 kleuren. Als je dat in een computer laat meten. En een drukmachine kan maar 12 kleuren maken. Of 8 of 12. En dan meng je die, dan heb je 24. Dus je moet eigenlijk, ik geloof dat we er 2,5 jaar over gedaan hebben om werkelijk de kwaliteit en de schaal te vinden die we wilden hebben. En natuurlijk, iedereen bemoeide zich ermee of het wel mooi genoeg was. En wat we ontdekten is, en dat was toen, hè, we hebben het nu over 2000, dus 16, 17 jaar geleden, was de techniek nog niet zo fantastisch als vandaag, waardoor eigenlijk door het vergroten er een soort abstractie ontstond. En die abstractie die vond ik eigenlijk heel mooi, omdat je van dichtbij een bepaald effect hebt, maar als je ver weg staat, eigenlijk een hele scherp beeld krijgt van datzelfde beeld. Maar het verhaal is eigenlijk dat je dus de verbinding tussen binnen en buiten, waar Matthijs het ook over had, echt helemaal letterlijk kan. Dat hebben wij daar heel letterlijk genomen en letterlijk uitgevoerd. Dus je kreeg echt letterlijk een tapijt wat
Het is nu natuurlijk net aangeplant. Het is de opening van het gebouw. Wat letterlijk van textiel wordt en dan naar binnen gaat. We hebben ook alle kleuren bepaald van bijvoorbeeld de hele structuur die eigenlijk het gebouw maakt. Wat voor kleur dat staal moest krijgen. Dat hebben we heel licht blauw-grijs gemaakt om een beetje optimisme te krijgen. En de vloeren die lopen ook als een soort aardestroom naar binnen. Dus van aarde naar hout naar eigenlijk aardekleurige auditorium in het hart van het gebouw. Is een omsloten auditorium. En dat is ook als een soort landschap ingericht met groene stoelen van Maarten van Zeveren. Bruine gietvloer en een heel groot gordijn wat akoestisch absorberend moest zijn voor sprekers en voorlezers. Ik weet niet of je het hier goed kan zien. Het concept was dat je het gordijn aan de zijwand hangt als je het niet nodig hebt. Dat het een theaterdoek wordt als je een voorstelling hebt. En dat het doorschuift als achtergrond van een spreker. Ook voor akoestische reflectie. Want ik heb bijvoorbeeld een hele zachte stem als ik geen microfoon zou hebben. En dan zou je een hele harde. Dat heeft effect, dan kunt u het beter horen. Dus één gordijn met twee gezichten heeft een enorm effect op wat je met zo'n ruimte kan doen. Dus dat is ook, wordt heel intensief gebruikt op die manier. Dit moet een berenhuid voorstellen. We hebben alles uit Seattle, ook de beren die daar leefden, hebben we het gebouw binnengehaald. Als een herinnering. Dus hier zijn nog wat indrukken van het gebouw, het lichtblauw van de structuur. En u ziet dat de rol van de schaal van de beelden van het tapijt eigenlijk de grootheid en de zwaarte van de meubels terugbrengt naar een soort elegantie. En dat was bij ons de bedoeling. Want ook al zijn de kasten, deze zijn ontworpen door OMA met Maarten van Zeveren. Dus die zijn op zijn allerlichtst en allertransparantst gemaakt. Maar toch, vol met boeken zijn het behoorlijke dingen. De meubels waren toen van Quinze en Milan. Dat hebben we allemaal begeleid. Die moesten helemaal volgens de eigenaresse van het museum, of de directie, kots, flow, luis en nog iets vrij zijn. Want in Amerika, en dat is nu hier ook, zijn bibliotheken open voor iedereen. En kan alles gebeuren. Echt de hele dag en tot 's avonds laat is het open. En dus er moet transparantie zijn voor de veiligheid. En alles moet onmiddellijk schoongemaakt kunnen worden. En er moeten geen ziektes en vuiligheid blijven hangen ergens in. En ze namen het heel serieus, het landschap en het interieur. Dus het was niet zo dat ik alles te horen kreeg via de architecten. Maar ik ben echt naar Seattle gevlogen in het begin. En ik heb gegeten met het hele bestuur. En die hebben mij uitgelegd wat een bibliotheek is. En waarom de connectie tussen binnen en buiten. Waarom het landschap, de beplanting, interieurafwerking en alles wat er gebeurde van essentieel belang was voor hun en voor het publiek en voor het gebouw. En zij vonden dat de vertegenwoordiging van de menselijke schaal. Nou is dat wel een cliché, maar het is misschien zo. En het uitnodigende van kom binnen, je bent welkom. Dit is geen elitair, modern, fantastisch, idioot gebouw waar je niet naar binnen durft. Maar dit is een gebouw voor jou, hier voel je je thuis. Dat is allemaal, en de bewegwijzering. Dat is allemaal de rol van het landschap en het interieur, vonden zij. En ik was heel vereerd en blij dat het zo serieus werd genomen. In Qatar zijn we ook bezig, ook met OMA, toevallig. Heel warm klimaat, woestijn, niks. En daar in Doha, de hoofdstad van Qatar, ontwikkelt men een heel nieuw gebied. Dat heet Education City. En daar worden door internationale architecten allemaal verschillende culturele, medische, educatieve gebouwen. Natuurlijk, Education City gebouwd. En natuurlijk komen daar ook metro's naartoe. En dat wordt nu allemaal tegelijk ontwikkeld. Het is één grote stofwolk met fantastische profielen van geweldige gebouwen. Of in de maak of al klaar. En daar lopen allemaal studenten en professoren en bouwpersoneel tussendoor.
En dit is de bibliotheek van één kant gezien van OMA. En daar ontwerpen wij, of hebben we ontworpen, want het is aangelegd, de buitenruimte, de tuin. En meegedacht over het interieur afwerkingen. Dus niet zozeer de meubels, maar de afwerkingen. En daar maken wij ook een heel groot gordijn. Eigenlijk meerdere, maar één daarvan ontwikkelen we, of hebben we ontwikkeld met het textiellab, het textielmuseum hier in Tilburg. Dat was een heel gedoe en ik zal u vertellen waarom. Want 4 jaar voordat wij de opdracht kregen, een kunstopdracht overigens, om dit gordijn te maken. Dit gordijn creëert een auditorium in een hele grote open binnenruimte. Die blokjes die u ziet, dat zijn de boekenkasten. Symbool voor boekenkasten. Dit is een brug die zweeft over een hele grote open ruimte. En eigenlijk zit er een uitsnede in en dat vouwt naar beneden en dat vormt een auditorium, maar zonder wanden en zonder dak. En dus waren wij gevraagd om een gordijn te maken wat dat auditorium kan creëren als het nodig is en opheffen als het niet nodig is. En heel lang daarvoor had ik bedacht, ontzettend creatief, om een zwevende stalen balk te maken. Dat is door Arab engineers ontwikkeld. En dat is vastgemaakt aan een van de kolommen hier en hier aan de structuur van de brug. Ver van het plafond. En daar zou dan ooit een gordijn aan komen. Maar wat ik niet besefte, en dat besefte ik pas toen we het mochten gaan doen, is dat als je een lap stof schuin ophangt, dat die lap stof zich heel lelijk gaat gedragen. Want het heeft met zwaartekracht te maken en weefsels die verzetten zich als het niet gewoon mooi recht naar beneden hangt. Dus we zijn naar het textielmuseum gestapt en hebben met iedereen gepraat daarvan. We moeten iets maken wat recht kan hangen, schuin kan hangen en ook weer recht kan hangen en ook weer schuin kan hangen en wat bewegen kan rondom hoeken. En hoe gaan we dat doen? En eerst hadden we het idee dat het een soort accordeonachtig systeem zou kunnen worden. Als een soort rups die zo door de bocht zou gaan en dan zich op de een of andere manier zou vormen naar wat hij moest gaan doen. Daar hebben we doen altijd alle tests zelf natuurlijk. Maar we hebben ook meteen de bereidwilligheid gehad van het textiellab om allerlei tests te weven. Om te kijken of dat de oplossing zou kunnen zijn. Maar we kwamen er al snel achter dat dat toch niet subtiel genoeg was. Dus we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we niet garen moesten gebruiken om een weefsel te maken in een bepaalde vorm. Maar dat het garen zelf het moest doen. Dus dat we eigenlijk een garen moesten vinden wat zo glad was dat het zichzelf in positie zou schuiven. En vooral in de verticale richting, want daar ging het nu in dit geval over. Dus met andere woorden, als je weeft heb je natuurlijk schering en inslag. Dus horizontaal moest de boel bij elkaar houden, maar verticaal moest het gaan verschuiven. En daar is heel wat onderzoek voor gedaan om dat garen te vinden. Uiteindelijk is het, nou moet je me even helpen, Stef. Hoe heet het ook alweer? Schors? Ja, het is een viscozebast. Dus het is een natuurlijk product, gemaakt van de bast van bomen. Maar zo glad, het lijkt een beetje op raffia. Ik weet niet of jullie wel eens raffia, ik had vroeger zo'n rokje. En dan indianen of zo. En dus daar leek het op, alleen ietsje glanzender. En daar hebben we allerlei tests mee gedaan. En hier zie je allerlei tests. En het is wel geweldig dat het textiellab bestaat. Want dit kan je natuurlijk nooit alleen. En dat geldt voor al ons werk overigens. Die samenwerkingen zijn totaal essentieel en buitengewoon inspirerend. Dus met heel veel vallen en opstaan en met het oefenen met gradaties van grofheden hebben we een manier gevonden. Ondertussen moesten we natuurlijk ook een ontwerp maken. Want je hebt niet alleen een lab, het moet ook een verhaal vertellen. En dat geldt voor al onze gordijnen. Daar zit altijd een verhaal in. Ook trouwens in het landschap en in de tuin zit altijd heel veel verhaal.
Dus we hebben natuurlijk met de architecten te maken, maar ook met werkelijke opdrachtgevers. En in dit geval was dat Qatar Petroleum en Qatar Foundation. En dat zijn ongelooflijk goede, strenge, goed opgeleide dames en heren. Vaak geheel of gedeeltelijk gesluierd. En dan presenteren we en dan zitten zij allemaal aan een tafel. De heren helemaal in het wit en de dames allemaal in het zwart. Met de meest prachtige make-up en ongelooflijk verzorgd. En super slim en waanzinnig goed in de kritisch, in de goede zin van het woord. Ze hebben allerlei ontwerpen laten zien wat zo'n doek kon vertegenwoordigen. De tuinen, educatie, filosofie, taal. Allemaal afgekeurd, niet goed, nee. En toen uiteindelijk zei Marieke van der Heuvel, die met mij werkte aan dit doek, van laten we eens kijken, als je buiten staat, wat zie je dan? En als je naar de lucht kijkt, wat zie je dan? En natuurlijk zijn we in de woestijn en natuurlijk zijn de nachten koud en zijn de hemelen waanzinnig mooi. Want 's nachts wordt het helder, overdag is het altijd een beetje dampig. En dus hebben we geprobeerd om eigenlijk de hemellichamen te laten zien. Maar op een hele georganiseerde manier, natuurlijk op zijn Hollands, namelijk lineair. En dan echt met al die sterren en hemellichamen als de meest grote aanwezigheid. Maar stiekem waren al die vormen eigenlijk hetgene wat het hele doek bij elkaar hield. Maar ik zal u niet vervelen met alle details. En ik had het gevoel dat daar nog een grote schaaltekening overheen moest komen. Want anders heb je alleen maar een soort, vooral uit de verte, een soort wat ook op een overhemd kan lijken. Dat vond ik niet zo goed. Dus een groot beeld. En in het museum daar hebben we deze meetmachines gevonden. Astrolabium of Astrolabie. Waanzinnig mooi. En die hebben we eigenlijk opnieuw getekend. En die tekeningen uitvergroot en die deelgemaakt van het weefsel. Dan is dit de maquette. En wilden wij natuurlijk, dat doen we altijd, we maken het altijd extra moeilijk. We willen het doek altijd twee gezichten laten hebben. Van buiten, helemaal aansluitend op de architectuur misschien wel. Helemaal wit, want de hele binnenkant van die bibliotheek is wit. Witte marmer, wit aluminium. En van binnen, als je binnenkomt, een hele andere wereld. Natuurlijk donker, want het is een auditorium. En ook met het textiellab hebben we net zo lang met Marieke en Stef en iedereen die daarmee te maken had, net zo lang gezocht tot we een soort super vindingrijke damast jacquard weefsel konden maken, waarin je eigenlijk niet alleen zoals bij damast positief en negatief hebt, dus eigenlijk wat zwart-wit is daar, is wit-zwart daar, maar dat je het eigenlijk nog veel mysterieuzer maakte, dat er eigenlijk de ene kant bijna helemaal wit is en zilver, en de andere kant bijna helemaal zwart. En we hebben dan ook nog een gradatie ingebracht dat het van zwart naar blauw ging. Dus ik hoef u niet te vertellen, het was ingewikkeld. Maar ontzettend leuk om te doen. En dit zijn alle verschillende lagen van de verhalen van het weefsel, wat we allemaal wilden vertellen. En de vorm van het doek. Dus het doek is niet gewoon een rechthoekige lap. Maar door die vorm van dat stalen hangende object heeft dat doek dus een hele vreemde vorm uiteindelijk. Nou wordt een doek geweven in banen. En we ontdekten dat het allemaal horizontaal aan elkaar gemaakt moest worden uiteindelijk. En we ontdekten ook, zoals altijd, dat er nooduitgangen in moesten komen. We hebben met Marieke samen zo goed en zo kwaad als het ging bij ons in het computer het hele ontwerp gemaakt. Maar dan ga je naar een textiellab en dan vertalen zij dat weer in een weefcomputerprogramma, wat echt ook weer een hele andere taal is. En dan moet je allemaal tests maken om te kijken of het uiteindelijke resultaat is wat je wil bereiken. En dan ga je in je studio kijken of het allemaal wel mooi is en goed en of het niet te los is, of het niet bubbelt enzovoort enzovoort. Hoe het eruit ziet als je het opslaat, is het dan nog overtuigend?
de architect op bezoek, daarmee naar Doha, iedereen laten zien. En steeds meer geraffineerd tot het goed was. En dan heb je dus een heleboel meter stof. En toen moest het nog brandwerend gemaakt worden. En wat er dan gebeurt is dat het in een bad gaat en dan is het nat en dan moet het drogen. En toen ontdekten we dat de stof zich heel raar ging gedragen. Dus toen heeft het textiellab ook nog het initiatief genomen om enorme houten frames te maken, als een soort schilderijen, waar iedere stuk opgespannen werd, waardoor het helemaal glad opdroogde. Dan opgerold, ingepakt en gestuurd naar het productiebedrijf in Duitsland. Wij allemaal recepten getekend, zoals gebruikelijk, hoe de lappen aan elkaar of hoe de banen aan elkaar gemaakt konden worden. En meegegaan naar Duitsland, daar allerlei tests gemaakt, ook hoe je een nooduitgang erin maakt enzovoort. Hoe je de zomen maakt, hoe de banen aan elkaar komen. Hier ziet u een beetje de schaal van het geheel. En hier was de laatste test waarin we alle stukken bekeken hebben op foutjes, op ophalen, op het uitlopen of het loslaten. En dan hebben we het opgehangen. Wisten jullie dat? Wisten jullie wel, hè? Er zijn drie bedrijven bij aanwezig. De mensen die de rails en de motors maken. De mensen die de gordijnen hebben gemaakt. Of tenminste in elkaar hebben gezet en die ter plekke moeten zomen. De ontwerpers. En dus hier ziet u het een beetje hoe het gaat komen. Het ophangen op zich is één werk. Dan is het natuurlijk veel te lang. Dan moet het precies goed hangen. En dat moet allemaal aan de rails precies uitgerekend worden. Hoeveel, hoe ver, hoeveel speling je geeft, hoeveel plooi. Dan hangt precies die nooduitgang op de goede plek. En dan wordt alles afgemeten en gezoomd. Maar dit was het laatste wat ik gezien heb. En toen het helemaal af was, kon ik niet meer bij zijn. Maar je kan nu een beetje de indruk krijgen hoe het eruit gaat zien. Dus met alle naaimachines ter plekke. Alle helmen op en plastic op de vloer. En hier ging de zon onder. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar zie je het veel beter. Hier ging de zon onder, dus toen werd dat witte gordijn opeens heel goudachtig. Ik denk dat deze lezing een beetje te lang wordt. Want ik ben vast al heel lang bezig. Dit is een ontwerp voor Routerseiland in Amsterdam. Wat? 3 kwartier. Oké, als u de trein moet halen, moet u het zeggen. Ik ga gewoon door. Routerseiland is een universiteitscampus van de UvA, Universiteit van Amsterdam. Daar hebben we een prijsvraag gewonnen voor de buitenruimtes. Het bestaat uit allerlei verschillende gebouwen, verschillende faculteiten. En we hebben bedacht, het is het einde van de grachtengordel. En eigenlijk dachten we, het is mooi om sowieso de materialen van de grachten van Amsterdam door te zetten. Dus dezelfde baksteen, dezelfde randen langs de straat, dezelfde soort verlichting. Dus dat je helemaal de continuïteit van de stad doortrekt als een soort vloeiende beweging over dat hele Routerseiland. Maar we hebben het toch een beetje anders toegepast, want we hebben de witte stenen die normaal gesproken gebruikt worden voor de zebra's en waarschuwingen, hebben we gebruikt als een soort versiering. Om een lint te maken, dat hadden we al wel vaker gedaan, zoals u zag in de ontwerpen, dat je een pad maakt wat heel lyrisch is en wat eigenlijk een soort kamers vormt, of zoals ik hier geschetst heb, een soort planten, tuintjes kan vormen, maar wat ook de studenten, duizenden studenten, eigenlijk moeiteloos kan leiden van de ene ingang naar de andere ingang of van de ene faculteit naar de volgende, zonder dat je per se die lijn hoeft te betreden of het hoeft te volgen. Maar stel dat je er zin in zou hebben, dan zou je dat wel kunnen doen.
Dus dat lint, dat is eigenlijk hetgene wat de hele sfeer bepaalt. En natuurlijk de steen, de kleur van de steen, de manier van leggen, de randjes. En we hebben speciale banken ontworpen die weer over die linten heen zweven, waar iedereen op kan gaan zitten. Dit is een van de binnentuinen. En hier zie je een van onze collages, wat we dachten dat het zou moeten worden, met een collectie. Toch weer een beetje educatief. We houden erg van educatieve, botanische invulling van beplanting. Dit zijn allerlei magnolia's die op verschillende momenten van het jaar bloeien. En hier wordt het aangelegd. En nu wordt het, nu niet, maar het wordt zo gebruikt als het mooi weer is. En de banken worden gebruikt. En natuurlijk moet er nog van alles. En het heeft tot nu toe 4 jaar geduurd, hè Jana, geloof ik? Ongeveer? 4 jaar tot nu toe? Ja, we zijn nog niet klaar, hè? Half jaar te gaan. Dus het wordt natuurlijk stukje voor stukje aangelegd. Maar zoals u ziet, dat lint, dat ontkent eigenlijk alles. Alle logistieke. Maar dat schept een soort ruimte. Dan kom ik bij het project waar het hier vanavond eigenlijk over zou moeten gaan. Dat gaat het ook, want het ging ergens over, hè, het verhaal. We hebben een heel leuk team samengesteld. We werden gevraagd door Cloud Collective en we vonden het heel erg leuk. Braaksma en Roos en Laura zit hier ook. Die was vanaf het begin af aan betrokken namens Inside Outside, bij Inside Outside toen nog. En we hebben eigenlijk bij de eerste presentatie, dus om de prijsvraag bij de inlevering van de prijsvraag, dit soort bladzijden gemaakt. Dat je zegt, het is ruig beton en als tegenstelling tot het beton zou zacht textiel heel mooi zijn. En we willen natuurlijk ook een landschap weer maken wat buiten begint en wat de mensen naar binnen begeleid en misschien wel door het gebouw begeleid en misschien ook wel een bepaalde goede reinigende werking kan hebben, want dat begint aardig bewezen te worden, dat beplanting binnen een heel gezond klimaat maakt, zelfs ook goed voor de hersenen, voor de concentratie. Ik geloof niet dat het helemaal wetenschappelijk bewezen is, maar daar is men mee bezig. En we hebben eerst een filmpje gemaakt waarin we... Dankjewel. Ja. Waarin we eigenlijk laten zien wat we zo al bedoelen. Er zit geloof ik geluid bij. Nee, dat zat er niet meer bij. Oh, dat is jammer. Nou goed. Het geluid geeft eigenlijk eerst het geluid van de trein en dan van de stad en allemaal mensen en geluid en beweging. Ja, op de website heeft het geluid, volgens mij. Ja. Dus het stadsbalkon is deel van het ontwerp. Ik ga dus niet het architecturale ontwerp uitleggen, maar het idee is van de architecten, en dat hebben we natuurlijk met veel gejuich gekoesterd en ontvangen en gekoesterd, om het gebouw zoveel mogelijk intact te laten en om de ruimte voor bibliotheek en voor Seeds to Meet en voor alle bedrijven die dat gaan. Het is dus niet alleen bibliotheek, er zitten 3 of 4 organisaties die die ruimtes huren van de gemeente. Om dat niet 2 verschillende gebouwen te maken, maar 1 groot breed gebouw met een landschap van trappen en een randen van terrassen. En eigenlijk 1 grote ruimte waarin je, als je klimt, eigenlijk alles vindt wat je nodig hebt. En onder dat landschap van trappen, die zich richt op het zuiden en op het spoor, is een hele andere wereld die weer toegankelijk is vanaf die weg, waarvan ik de naam niet meer weet, waarvan je... Hè? De Brokslaan. Heet die zo? Ja. Dus je komt vanaf de Brokslaan binnen in een andere wereld dan vanaf het spoor. En dat leek ons heel mooi. En dan zijn er natuurlijk allerlei openingen waardoor je naar binnen en naar buiten kan. Het is jammer zonder geluid, maar misschien kunt u een keer naar de website gaan. Want het geeft allemaal biepjes en knorretjes en muziek en van alles. Dit gaat ook over de stijlkamers, de zogenaamde
in die bibliotheek wil de bibliotheek en heeft ook nodig allerlei afgesloten ruimtes waarin verschillende programma's plaats kunnen vinden. Educatieve programma's. Dat kan, of het is een leeskamer of het is een stille schrijfkamer, maar het kan ook een timmerwerkplaats zijn of een kookcursus. En de boeken die bij al die vakken horen, zouden dan bij die stijlkamers ook horen. Dus onze inbreng als Inside Outside is eigenlijk deze dingen. De textiele architectuur, daar hoort een railsysteem bij met motoren en computersystemen. Daar horen textiele objecten bij, stijlkamers en het landschap. En eigenlijk is het hele concept voor het interieur gebaseerd op de geschiedenis van het gebouw, namelijk de railsen. En de manier waarop de trein over een rails dankzij motoren beweegt en schuift. Dus het concept was om gordijnen te maken met die aan railsen hangen en die kunnen verdwijnen of tevoorschijn komen en kamers maken. We hebben het idee dat de tuinen op railsen staan, dus dat het eigenlijk wagons van een trein kunnen zijn waar tuinen in gemaakt worden. En meubels die ook op die manier schuiven langs de trappen. Dus het railsysteem weer als een soort uitgangspunt, basis voor alles. Hier ziet u de eerste lijnen van de gordijn, of van de vormen die gordijnen kunnen gaan aannemen en de kamers die ze in die ruimte kunnen maken. Het worden gigantische doeken. Heel hoog. En daardoor dus met behoorlijke impact op akoestiek, op atmosfeer, op licht, op zonwering, op ruimteverdeling, op intimiteit enzovoort. Dus het zijn flexibele ruimtes. En we laten steeds voorbeelden zien van wat we al eerder gemaakt hebben. Dit is met Meccano voor de Rabobank in Sittard. Dit is voor UPC, hoofdkwartier in Leeuwarden. Dit is voor de Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Dit is voor een tentoonstelling in Bordeaux. Dat zijn allemaal alleen maar met gordijnen gecreëerde kamers. Dan kun je stoffen gebruiken die massa is gelijk aan geluidsabsorptie. Maar natuurlijk ook de stof zelf of de geplooidheid ervan. Dus de keuze van materialen, de volheid van materialen, het gewicht van materialen heeft effect op de akoestiek. Daar zijn we mee bezig met Arab in Amsterdam. Die hebben een soort kamer gemaakt waar we met van die 3D-dingen op door de bibliotheek gaan met de architecten en dan te horen krijgen met gordijn, zonder gordijn, wat is het effect op de bibliotheek, de toekomstige bibliotheek. Het kan natuurlijk ook een wandkleed zijn zoals we gemaakt hebben voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dan is het geen gordijn, maar dan zit het tegen de, net als een tapijt, een wandkleed tegen de wand aan. En die akoestiek is ook belangrijk voor die ruimte. Nou, zonwering en lichtfiltering, duidelijk. Op het zuiden kan dat een goede rol spelen. Dat hebben we vaak gedaan voor allerlei verschillende ruimtes. Dan is ook het gordijn een bruikbare oppervlakte. Dus niet alleen maar een wand of een scherm of iets wat er echt voor bedoeld is. Maar een gordijn kun je van alles mee doen. Je kan erop projecteren. Je kan erop drukken. Je kan er informatie op kwijt. Je kan het doorboren, waardoor je ook een verhaal kan vertellen. Dit is voor de synagoge in Amsterdam. Dit is de westkant en aan de oostkant er tegenover is precies zo'n doek, alleen met jonge twijgjes. En dit is een hele oude wijze boom. En in het Joodse geloof gaat het natuurlijk allemaal over het overbrengen van kunde en ervaring en geloof van de ene generatie op de ander. Je kan er natuurlijk privacy en intimiteit. Hier heb ik weer dat voyeurisme, maar ja, kan gewoon niet anders creëren met gordijnen. Afhankelijk van wat voor materiaal je gebruikt, is het intiemer of minder intiem, sportiever of minder. Je kan
Wat het plan is, is om de gordijnen voor de lokaal kleurloos te maken, min of meer kleurloos. Maar daar kan je heel veel variatie. Het kan glimmen, het kan dof zijn, het kan dun zijn, het kan dik zijn. Het kan gaten hebben, openingen hebben, enzovoort. En dus je kan ook, als je kleurloos zegt, denkt iedereen, oh, nou leuk, dat zijn zeker architecten. Maar je kan er heel veel mee doen wat toch behoorlijk lyrisch is. En je kan er lagen maken in gordijnen met verschillende lichtinvallen. Dit gordijn is 's avonds helemaal wit. Dan zie je niks. Maar overdag komt de voering is heel erg bedrukt. Of heel intens bedrukt. En dan komen die tulpen, die komen overdag komen die langzaam naar binnen. Dus ook kleurloos kun je heel veel bereiken. En dan heb je natuurlijk het issue van veiligheid, dus alles moet brandwerend zijn. Alles moet onderhoudsvriendelijk zijn, maar er moeten ook openingen zijn en deuren en spleten waar je kan vluchten of de ingangen en uitgangen makkelijk kan vinden. Dit gaat in dit geval over die deur. En je kan zichtlijnen creëren. En toen wij spraken met de gebruikers, vonden zij dat een heel interessant idee. En ook de architecten natuurlijk. Want iedereen is bang dat die gordijnen alles dichtmaken en toch massief als je ze gebruikt. Maar je kan in die gordijnen weer openingen maken, waardoor je misschien, ik weet niet of je die blauwe lijnen goed ziet, maar je kan gewoon uitrekenen waar ramen of spleten moeten komen om toch altijd weer die transparantie en dat gevoel van dat landschap en dat hele grote wijdse interieur vooral te behouden. En of dat nou ronde ramen zijn of vierkante of rechthoekige, zo is hij dicht, maar zo is hij open. En dan, hoewel iedereen zijn eigen kamer heeft, kun je toch dat hele gebouw nog steeds ervaren. En hier hebben we een beetje proberen aan te geven wat die gordijnen allemaal kunnen zijn. Ze kunnen dus verdwijnen langs de ruggengraat van die twee gebouwen hebben een enorme rij van hele grote kolommen, een balksysteem, dat noemen we altijd de ruggengraat. En die gordijnen die kunnen daar tegenaan opgeslagen worden, waardoor alles weer open is. En je kan ze er op allerlei manieren toepassen. En daarmee allerlei verschillende kamers en functies. Eigenlijk zoals u zag in Venetië, in onze installatie. De functies worden eigenlijk gedicteerd door de positie van het gordijn, of andersom natuurlijk. Dus je zegt, ik heb dat nodig en dan zorg je ervoor dat dat kan. Door een simpele verschuiving van een zacht vlak. Enzovoort. Dus soms is het een massieve aanwezigheid en soms is het een hele bescheiden aanwezigheid. En soms alleen maar functioneel. En hier proberen we een bijvoorbeeld bij Seats to Meet willen ze het gordijn niet tot de grond hebben. Moesten we even aan wennen. Want ze vonden het heel vervelend dat je altijd ergens doorheen moest waden. Dat kan je je ook wel voorstellen. Dus daar hebben we een gordijn, een hoogwatergordijn gemaakt waar je onderdoor kan. Maar dan gaat het toch over de definitie van een ruimte en de akoestische effect ervan. En dat zal zeker ook goed werken. We hebben ooit een presentatie gemaakt voor de stijlkamers en daar hebben we heel erg het accent gelegd op. Dus dat worden kleine kamertjes die zijn verspreid over dat hele landschap, onder en boven, lang, klein, breed, laag, doorzichtig. Maar ze hebben natuurlijk allemaal een verschillend interieur, want ze hebben een verschillende functie. En dit hebben wij op deze manier weergegeven. Dat je een deur open doet en in een hele andere wereld komt. Maar we hebben ook aangegeven dat als je een ruimte wil hebben waar je les gaat geven in digitale technologie of in scheikunde of in timmeren, dat dat toch door dat soort bedrijven waarschijnlijk gesponsord moet gaan worden. Ik bedoel, misschien vindt Apple het wel heel interessant om één zo'n stijlkamer in te richten. Natuurlijk moet daar Apple op staan, waarschijnlijk. Of ik noem maar wat hoor. En iemand anders wil de andere kamer inrichten. Dus uiteindelijk geven we alleen maar aan wat er op die manier kan. En zijn wij nu bezig om duidelijk te maken dat we heel goed de buitenkant kunnen
bedenken. En ook de manier waarop zo'n stijlkamer zich sluit en opent. Zodat je in ieder geval dat je zichtbare en tastbare objecten maakt in de ruimte. En dit zijn allemaal diagrammen hoe die verschillende stijlkamers eruit kunnen zien. Het gaat alleen nog maar over open en dicht. En of het open vouwt linksaf, rechtsaf, naar boven. Misschien wel helemaal als een soort vouwdoosje open vouwt, waardoor er allemaal verschillende boeken en ik weet niet wat eraan hangt en waar mensen mee kunnen werken. Maar het gaat erom dat eigenlijk met een vrij eenvoudige techniek je van iedere stijlkamer alleen al in zijn beweging, hoe die zich opent en sluit, verschillende ruimtes kan maken. Verschillende identiteiten. En dan de aankleding van de buitenkant. En dat is, daar zijn wij natuurlijk ontzettend goed in. Door daar een soort afwerking te maken die driedimensionaal misschien is, die misschien zacht is, misschien hard, misschien kleur heeft, misschien geen kleur heeft, maar waardoor je echt altijd een soort vreemdkörper hebt van hé, daar is een heel speciaal doosje, daar wil ik in, dat is iets wat me nieuwsgierig maakt. En wat dus eigenlijk de boel animeert. Impressies van verschillende stijlkamers van buiten, transparantie versus opaak, of hoe noem je dat? Massief en open en dicht en hoe dat zich ontvouwt. En een stijlkamer kan ook een tapijt zijn, natuurlijk. Hoeft niet een volume te zijn, kan ook een plek zijn. En dan hebben we het onderwerp landschap. En dan komen we weer terug bij Matthijs' verhaal. Dat het eigenlijk een heel groot gebied is, de spoorzone. En ik geloof dat Kwadrat als landschapsarchitect met het geheel bezig is. En wij hebben ons daar natuurlijk ook mee bezig gehouden. Hoe krijg je, als je onder dat spoor doorkomt met die prachtige doorgang van Cloud Collective, met die lichtgevende flanken, en je komt daar bij dat spoor en dat hele langwerpige verhaal waar allemaal nieuwe gebouwen komen, hoe maak je dan een vloeiende beweging waardoor mensen automatisch de weg vinden? En dan hebben we hier aangegeven welke gebieden wij rondom het gebouw en in het gebouw, maar eerst eens rondom het gebouw, aantrekkelijk zouden kunnen maken met de taal van tuin of landschap of groen of beweging of licht of seizoenen of allerlei thema's die educatief kunnen zijn, die eigenlijk educatief ook kunnen zijn. Dus die kunnen mensen leren hoe je met beplanting om kan gaan, of het kan allemaal eetbaar zijn, of het kan allemaal Nederlands zijn. Daar kan je een thema voor zoeken of vinden. En dat betekent dat je alle structuren die daarachter blijven ook kunt gebruiken om zo'n tuin te maken. En ook in de kleine hoekjes aan de westkant of de open kant aan de oostkant, dat je daar allemaal verschillende soorten tuinen kan maken die een verbinding leggen tussen verschillende gebouwen, tussen de voor- en de achterkant. En die ook entrees, hoe klein ook, aangeven. Dat je mensen erin lokt, zodat ze ook de zijingang kunnen vinden of de achteringang of alle dingen die nodig zijn. En je kan er een groots entree mee maken natuurlijk. En dit zijn dan de vlakken waar die groen kunnen worden. Dan had ik het al over de sporen, hè? De trein. Hoe heet het nou? Treinrails, dank u wel. Ja, het is hetzelfde woord. Treinrails. Dus het principe is allemaal over die rails en dat tuinen kunnen rollen van binnen naar buiten, letterlijk. Als we goederenwagons zouden kunnen gebruiken die beplant kunnen worden op verschillende manieren. Sommige tuinen die binnen kunnen blijven en andere tuinen die buiten het beter zouden doen. En hoe dat gebruikt kan worden als terras of als actieve tuin waar je in kan tuinieren of waar je lekker in kan lezen. En zo illustreer je wat af in zo'n proces. Eerst is het een schets en dan wordt het een driedimensionaal en dan wordt het heel technisch. Gewoon om te laten zien, oké, planten in een bibliotheek met boeken, papier. Nou ja,
Ik geloof in het boek, hè? Ik weet niet of u erin gelooft. Ik denk dat het boek ons allemaal gaat overleven. Maar het is natuurlijk gevoelig voor vocht en dergelijke. Dus als je beplanting hebt binnen, moet je dat heel goed doen. En dus we hebben eigenlijk bedacht dat we grootschalige beplanting willen doen. En dat komt omdat ik een allergie heb. Ik weet niet of mijn landschapsarchitectenteam het daarmee eens is. Maar ik heb een allergie tegen allemaal kleine plantjes die overal zweven. En die heel stoffig worden en dan langzaam doodgaan. Ik vind het mooier om grote vlakken te maken. Dus we hebben het nu over tuinkamers. En omdat het gebouw prachtige, gigantische stalen balken heeft. Eigenlijk net zoals een toneel. Brug en die kunnen ook nog schuiven, mag straks niet meer voor de veiligheid, maar die worden gestabiliseerd, om daarbovenop van die grote tuinkamers te maken. En die kunnen ook een thema hebben. Het kan ook een plantenkast zijn of een echte kamer waar je in kan. En dat moeten we allemaal nog bedenken. Dus we zijn aan het zoeken ook aan bedrijven en tuinders en kwekerijen die mee zouden willen doen. Om met de stad van Tilburg dit te kunnen verwezenlijken. Voor de verrijking van de ervaring van de bibliotheek. Esthetisch en inhoudelijk. Dank u wel. Zijn er vragen? Piept nog een beetje, ik weet niet of het mijn schuld is. Terwijl me nog even bijkomt en de vraag aan het bedenken is, heb ik er wel vast een. Het is een wat complex proces, daar hadden we het voorafgaand hieraan ook nog eventjes over, omdat eigenlijk gaandeweg allerlei dingen nog gerealiseerd moeten gaan worden. Van wat je nu hebt laten zien, welke dingen gebeuren daarvan in ieder geval zeker wel, en zijn er ook dingen bij waarvan je nog niet weet of er... Of die nou echt gaan komen? Je weet nooit echt iets, maar ik denk dat het gebouw er wel gaat komen. En het is niet moeilijk hoor. Het is gewoon altijd een heel. Er zijn heel veel partijen die ermee te maken hebben. Het is de gemeente, maar er zijn natuurlijk allerlei andere spelers in het spel. Ik denk dat de gordijnen zo verbonden zijn aan de architectuur. Dat ik heel veel vertrouwen heb dat die er wel zullen komen. Omdat als dat niet er komt, dan weet ik niet. Maar dan heb je eigenlijk een heel belangrijke speler buitenspel gezet. Dus ik denk dat die er wel gaan komen. Ik denk dat de interieurafwerking, dat we samen met Cloud Collective daar graag aan zouden willen werken. En dat zal ook wel gebeuren. Waar we heel graag voor willen lobbyen zijn natuurlijk die stijlkamers. Maar daar hebben we heel veel medestanders voor. Want in de bibliotheek zelf zijn mensen die dat allemaal begeleiden, initiëren en inhoud geven. Maar de invulling van die stijlkamers, wat erin komt, dat moet nog helemaal uitgezocht worden in het bedrijfsleven en overal. Waar en hoe. En ik denk ook, tenminste ik had een gesprek met mijn collega Laura van Zanten. En die zei ja, het is natuurlijk... Allemaal tijdelijk. Misschien is het 5 jaar lang iets en dan wordt het iets anders. Die stijlkamer is nu misschien een digitale lesgeven in digitale technologie, maar misschien over 5 jaar wordt het iets anders. Of misschien willen ze nu allemaal veganistisch koken erin, maar over 5 jaar weer lekkere Franse keuken met veel roomboter. En... begrijp je? Dus dat, ja, dus dat moet flexibel het, zijn. Helemaal af is het toch nooit? Dus het helemaal blijft af in is het nooit. Ja. En ik denk dat het meest onzekere is op het ogenblik de groene invulling, dus de tuinen. Want daar is in ieder geval geen budget voor. En, maar er is wel een noodzaak om daar iets te doen, natuurlijk. Dus dat is nog heel jong, denk ik, in het proces om daar... In ieder geval financiële steun voor te krijgen. Ja, ik zie hier een vraag daarover. Hallo, Jan Albrecht, IDT Media. De gordijnen worden natuurlijk allemaal in het textielmuseum vervaardigd, of niet? Ik ben bang van niet. Nou,
Sorry. Nee, om domweg omdat we het hebben over houdbaarheid, maar we gaan het er zeker over hebben met het Textielmuseum. En natuurlijk voelen we ons heel erg geroepen om het te proberen. Maar door de eisen die gesteld worden en door het budget wat er is, dat moet uitgezocht worden. Maar als het echt zo hufterbestendig moet zijn zoals het moet gaan worden, dan weet ik niet of we een geweven stoffen gaan maken. En dat is eigenlijk mijn enige aarzeling. Want verder zou ik alles wel met het Textielmuseum willen doen in Tilburg. Voor de stad Tilburg al helemaal. Maar of we geweven stoffen gaan gebruiken, dat is eigenlijk het punt. Want we werken ook heel veel met industriële producten. Producten uit de landbouw, uit de luchtvaart, uit de sport. Ik bedoel, we zijn altijd op zoek naar dingen die echt overal tegen kunnen. En het moet natuurlijk veilig zijn en schoon. En... Maar daar hebben ze toch ook expertise in? Ze zijn toch het beste ter wereld, of niet? Vast, dus we gaan zeker praten van, kunnen jullie met vlamwerend plastic zo dicht weven dat er geen flow tussen te krijgen is? Hetzelfde met plantjes. In de regio? Ja, we zouden heel graag steun vinden in de regio, in Brabant, voor de tuinen. Zijn er... Wat kan het publiek wat hier nu is en wat misschien ook nog thuis meekijkt, ik zal daar eens vragen hoeveel er waren, daar nog in betekenen? Sorry, doorvertellen. Wat zei je nog? Sorry, ik verstond het niet. Of ik was met mijn gedachten in. Kan iedereen een soort ambassadeur worden om het verhaal de oh, dol, door te graag. Vertellen? Ja. Zal ik het nog een keer vertellen? Ja, heel graag, heel graag. We hebben echt alle hulp nodig, ook gewoon om mensen bewust te maken wat er allemaal speelt. Er speelt natuurlijk nog veel meer, want er moeten ook boekenkasten ontworpen worden. Dat is ook iets wat bij de architectuur hoort en wat echt ook nog ontwikkeld moet worden, zodat ze heel goed functioneren. En dat het archiefsysteem zo is dat het de bibliotheek zich kan uitbreiden of inkrimpen, digitaal. Fysiek enzovoort. Daar is nog heel veel werk te doen. Ja. Dat is al de tweede keer dat ik dat hoor vanavond. Volgens mij heeft Matthijs dat ook al een keer gezegd. Ja, ik bedoel het niet als huiswerk. We doen graag mee, toch? Ja. Maar dank u wel voor uw aanwezigheid. Verder, zijn er verder nog vragen? Ik ben wel even benieuwd, Matthijs, om nog even bij jou terug te komen. Jij gaf aan het begin ook wel mee, van, denk eraan dat het binnen en buiten ook met elkaar verbonden moet zijn. Dat het gebouw niet ophoudt bij de muren, zeg maar. Als je dit zo gehoord hebt, maak je daar al iets minder zorgen over? Of blijft die vraag echt wel heel erg staan? Ik zal even met de microfoon komen, want heb je afgedaan. Nou, minder zorgen inderdaad, want het is in handen van goede ontwerpers. Dat is een belangrijke stap, lijkt me. Dank je. Die zijn bezig om te werven. Dus, maar het moet natuurlijk in een integraal plan terechtkomen. Ja. En dan haalbaar worden gemaakt. Zijn er verder geen vragen meer? Is er iemand van Quadrat hier? Die heb ik niet op de lijst zien staan. Niemand? Nee. Oké. Okay. Helaas. Zegt u? Quadrat, dat zijn de landschapsontwerpers van het spoorzonegebied. We willen heel graag samenwerken namelijk. We hebben vast een telefoon, maar heb je hier nog een vinger? Sorry, ik ben een beetje verkouden vandaag. Dus ik ook, ja. Ik dacht dus inderdaad na over die zone tussen onze mooie nieuwe onderdoorgang en het station. Ja. Volgens mij noemen we het een boulevard of ik weet niet welke naam het gaat krijgen. Ja. Maar daar wil ik eigenlijk... als eerste misschien wel een beeld van zien. Want het gebouw is nu één ding en er staan pijlen van hier moeten we straks naar binnen. Ja. En dan gaan we allemaal moeite doen met een heel klein pleintje van... ja, wij willen laten zien dat je er ook naar binnen kan. Ja. Dan denk ik van nou, die ruimte en die gebouwen die er nu voor zijn gepland... we hebben daar denk ik vierkante meters moeten zoeken om nog te kunnen bouwen. Dat is het idee wat ik erbij krijg. En niet zozeer dat we dat plein wat daar ligt gaan gebruiken om dat gebouw te betreden. Want er staan nu twee gebouwen voor die daar niet zo heel veel mee doen, naar mijn idee. Nee.
Ja, ervaar jij dat dan ook als een negatief iets of als een moeilijkheid die erin zit? Ik heb geleerd dat je niet iets negatief moet zien, want dan kom je ook niet verder. Dus we zijn helaas niet betrokken geweest bij het stedenbouwkundig plan, maar dat is geloof ik ook al heel lang geleden begonnen. En dat ontwikkelt zich nog steeds. Maar je hebt in ieder geval een hele lange zone langs het spoor. Ik vind het jammer dat daar een fietsenstalling komt, maar dat is mijn mening. Ik weet niet of ik gelijk heb. En er is daarachter die weg, nog een keer, die weg die de vroeger niet was. Je kan het zien als een grens, maar je kan het ook zien als een deel van een landschap. Dus we hebben eigenlijk hele lineaire omstandigheden voor en achter en allerlei pockets ertussen. Zo zou je het kunnen zien, hè? En al die gebouwen zijn op verschillende hoogtes, dus we krijgen ook allerlei verschillende schaduw- en zoneffecten. Je zou natuurlijk het liefst willen dat het ding helemaal vrij lag, maar dat is nou helemaal niet zo, want de stad wordt steeds intenser. Maar ik denk niet dat het laatste woord gezegd is over ieder gebouw en over de indeling. Maar ik ben daar geen onderdeel van. Ik moet gewoon leren werken met wat er is. En zo goed en zo kwaad als het kan. En in gesprek blijven. Ik denk dat dat helpt. Dat hebben we in ieder geval vanavond ook geprobeerd. Het blijft blijft een work in progress, zoals ik aan het begin ook al even zei. Ik hoop ook dat u er een hoop van mee zult nemen over verbindingen, over de waarde van het publiek interieur, over verbindingen tussen binnen en binnen, tussen binnen en buiten en binnen de publieke ruimte. Ik zou zeggen, neem het mee en vertel het ook vooral door. Voor nu gaan we afsluiten. Bent u nog van harte welkom om even iets te blijven drinken. En dan zien we u graag op een volgende bijeenkomst weer. We gaan verder naar Petra Blaise. Petra Blaise heeft in 1991 Inside Outside mede opgericht. Maar ook daarvoor al was zij bezig met textiel, licht, afwerking in vormgeving van interieurs en van tuinen en landschappen. Werkt samen met Cloud Collective en Braaksma en Roos aan het ontwerp van de Lokal en stiekem ook een beetje, geloof ik, aan de omgeving daarvan. We hebben haar gevraagd om vandaag iets te vertellen over haar werk en ervaring in het vormgeven van de binnen- en buitenruimte. En natuurlijk over haar ideeën en visie voor de Lokal. Petra, aan jou het woord. Dankjewel. Goedenavond. Ik vind het zo'n mooie kaart. Ik vind dat we ons hele interieur maar moeten veranderen en het zo gaan maken. Want dan wordt het een soort interieurstad. Zou toch mooi zijn? Goed. Inside Outside. Ik wou er een beetje over vertellen. Ik ben alleen begonnen als tentoonstellingsontwerper. En heb veel toegepaste tentoonstellingen gemaakt, dus architectuur en ontwerp, design. En dat is uitgegroeid tot samenwerkingen met architecten. En inderdaad, in 1991 ben ik officieel ingeschreven als Inside Outside. Dus vorig jaar hebben we 25 jaar bestaan gevierd. Was heel erg leuk. En ik heb twee partners uitgenodigd en die hebben ja gezegd om met mij samen verder te gaan. Maar we hebben een heel internationaal team. Niet zo groot, iets van tussen de 8 en 12, 14 mensen. En uit allerlei landen en van allerlei disciplines. Dus interieur, landschap, ontwerp, mode, culturele antropologie, van alles door elkaar. Met allemaal hobby's daarnaast, zoals zang en muziek en god weet wat, allemaal leuke dingen. En, want mijn interesse is de samenwerking en het elkaar inspireren door
verschillende culturen, verschillende talen, verschillende perspectieven. En eigenlijk is dat in de samenleving nu een heel goed onderwerp om het over te hebben. En vooral ook om van te genieten wat je van elkaar kunt leren en hoe je met elkaar communiceert om dingen beter, mooier, breder en prachtiger en dieper te maken. Mijn interesse heeft altijd, is altijd geweest het creëren van omgevingen. En het verbinden tussen binnen en buiten is niet zo vreemd, omdat moderne architectuur zich er natuurlijk enorm toe leent met al die transparanties, in tegenstelling tot vroeger, waar alle muren dik waren en waar ramen heel georganiseerd maar vrij klein waren. En wat ik interessant vind, is dat vroeger natuurlijk in die ouderwetse architectuur het landschap vaak naar binnen werd gehaald in de vorm van wandkleden of tapijten. Eigenlijk in alle culturen heeft textiel een enorme rol gespeeld als representatie van natuur binnen. En dus onze interesse heeft eigenlijk zich nu als team daartoe ontwikkeld, hoe je binnen en buiten met elkaar kan verbinden, maar ook verschillende schalen, zoals ik net liet zien. We maken ook doeken van verschillende schalen, maar ook tuinen, van hele kleine tuintjes tot gigantische stedenbouwkundige landschapsplannen. En dat spelen met die verschillende lagen en het vervagen van de grens tussen binnen en buiten. Dat is eigenlijk iets wat blijft fascineren en wat je op allerlei manieren kunt doen. En je kan natuurlijk het vervagen, maar je kan ook scheidingen op hele subtiele manieren ontwikkelen. Zowel door beplanting als met textiele technieken. En in samenwerking met architectuur en natuurlijk ook met ontwerpers is dat altijd een heel mooi spel. En houdt het ook de bezoeker bezig en degene die de gebouwen gebruikt. Natuurlijk is licht bij ons werk een heel belangrijk werktuig eigenlijk. Ook soms waar helemaal geen licht is. Dus dit is een tentoonstelling voor het Van Gogh, waar we gewoon een enorme lamp buiten hebben gezet en de muur eigenlijk hebben ingesneden met openingen. En dus overal waar het kan, is daar altijd bij ons die interesse om filters te maken, maar ook openingen en openingen te maken die eigenlijk je ervaring, het uitzicht, componeren, waardoor je de beschouwer of de gebruiker een ander inzicht of een andere kijk krijgt op zijn omgeving. En met licht komt ook schaduw en donkerte natuurlijk. En reflectie is heel belangrijk in ons werk. Niet alleen reflectie als een soort egotrippen en selfies, maar reflectie ook om een wereld in een andere ruimte te trekken. Zoals hier, dat een boom eigenlijk ook naar beneden groeit, de korst van de aarde in. Of de reflectie natuurlijk in het landschap. We hebben ook kunstopdrachten in onze envelop of in onze opdrachten zitten. En dit was voor het Zonneveldhuis in Rotterdam. En omdat mijn en ons werk altijd gaat over de architectuur of de omgeving waarbinnen wij worden uitgenodigd, gaat het vaak over het bestuderen van waar we zijn en wat de kwaliteiten zijn van de architectuur of de omgeving. En hier is dit gebouw uit 1933 een nieuwe bouwen. En daar wilden wij graag het licht, lucht en ruimte effect extrapoleren, eigenlijk nog duidelijker maken. Dus we hebben alle gordijnen weggehaald juist en de vloeren met spiegel bekleed. En daardoor werd alles nog ruimer, nog lichter, maar ook heel merkwaardig. Want gordijnen werden opeens structuren enzovoort. Dus reflectie is belangrijk en het openbreken van, als er een grens is, om die grens open te breken, waardoor er eigenlijk toevallige ontmoetingen komen tussen voorbijgangers en wat er binnen het gebouw gebeurt. Dus jouw landkaart, Matthijs, of jouw stadskaart, waar alles grenzeloos in elkaar overloopt, dat spreekt ons enorm aan. En dat kan je op allerlei manieren doen. En het onderdeel van voyeurisme, of eigenlijk de sensualiteit van het half verbergen en half openbreken
juist dat je net iets ziet, maar niet precies weet wat, is ook een hele oude traditie natuurlijk, ook in de schilderkunst en in de kunst, dat textiel gebruikt wordt om dat soort effecten, of het nou op je lichaam is, of hoe dan ook, om die sensualiteit en die nieuwsgierigheid te ontlokken aan de beschouwer of de toevallige voorbijganger. Dus dat openbreken, en dat kun je heel ver doorvoeren, dat hebben we in Almere gedaan door de vloer van een parkeergarage die eigenlijk ondergronds was, open te laten barsten, eigenlijk de druk van het water van die polder, die gewoon door dat beton heen drukt, en daardoor ontstaat er een soort tuin. Helemaal beplant natuurlijk met vochtminnende bomen en planten. En die een extra dimensie creëren. En zo werken wij met architecten mee om te kijken waar openingen, uitzichten en ervaringen gemaakt kunnen worden. Die een gebouw interessanter maken, maar ook verwelkomender en bruikbaarder en een andere gevoel geven aan de gebruiker. We werken heel veel met textiel en ook we maken heel veel gordijnen. Ik noem het doeken omdat de schaal vaak enorm is, maar we maken ook kleinere dingen voor privéhuizen. Maar daarin is het de rails of de manier waarop het gordijn bevestigd wordt of de choreografie die ontstaat door het ontwerp van zo'n rails. Heel belangrijk, want een gordijn kan zich opvouwen en uitspreiden en kan verschoven worden in verschillende posities. En daardoor choreografeer je eigenlijk de beweging niet alleen van het object, maar ook van de mensen eromheen. En je geeft ook een soort elegantie of niet aan de gebruiker door zo'n object te hebben waar men mee kan spelen. Men kan daarmee dingen veranderen en een soort samenspel, een soort dans mee hebben. En dat die rails, dat is voor ons eigenlijk hetzelfde als het pad buiten. Het pad is natuurlijk een werktuig, of hoe noem je dat, een tool, om beweging mee te ontlokken, om de weg te wijzen, om te laten zien waar je naartoe kan. Het hoeft niet altijd rechtlijnig te zijn, zoals in dit ontwerp voor een publiek park in Milaan. Het kan ook natuurlijk met allerlei lyrische vormen zijn. Dit was onze gevangenistuinen in Nieuwegein, heel lang geleden. Dat pad kun je gebruiken, maar je hoeft het niet te gebruiken. Je kan overal lopen, maar het pad geeft je een route die misschien uitlokt tot filosoferen of gesprekken of gedachtegangen. En zo doen we dat ook bij de UvA, waar ik straks verder op in zal gaan. Dus het pad hoeft ook niet altijd plat te zijn waar je overheen loopt, maar een pad kan ook gevormd worden door, zoals hier in China, door een soort een lint van bomen waar je onder loopt voor de schaduw, voor bescherming. En waarmee je dus een ervaring hebt, een landschappelijke ervaring. En je kan ook gewoon een rechtdoor pad nemen, dan ben je er veel sneller. En voor ons is natuurlijk ook in de beplanting, in de tuin, in het landschap, het gebruik van topografie, de driedimensionaliteit van de grond, de aarde, belangrijk, net als in architectuur, om ruimtes te organiseren, om een soort kamers te maken. En we zijn zeer geïnteresseerd, eigenlijk steeds meer geïnteresseerd, en ook natuurlijk logisch, met alle discussies over de wereld en sustainability, verantwoord omgaan met je omgeving, en het steeds groter stedelijke karakter van onze wereld. In de samenwerking tussen mens en dier, mens en grond, mens en iedereen, alles met elkaar. En men ontdekt of herontdekt ook steeds meer kwaliteiten die niemand eigenlijk meer weet. Maar insecten, planten, bomen, wortels, wurmen, torretjes, alles heeft een rol en alles communiceert en alles heeft een verband. En er wordt steeds meer ontdekt hoe belangrijk die verbanden zijn. En dus hoe stedelijk wij ook zijn en waar we ook werken, we proberen als bij Inside Outside om die biologie weer op te wekken.
En soms in de meest onmogelijke omstandigheden, maar ook in hele kleine stedelijke niches om een soort biografie of biologietjes te maken, kleine wereldjes waar van alles opeens op afkomt en waar van alles gebeurt. En natuurlijk zijn we ook bezig met een soort landbouw, zoals heel veel mensen tegenwoordig doen. Dus eigenlijk een soort groentetuinen en vruchtentuinen bovenop daken van hele grote bedrijven. Omdat dat gewoon super interessant is en heel leuk is, ook voor mensen die ergens werken. Om te helpen om hun eigen lunch of eten te laten gebeuren of te groeien, of hoe noem je dat. We werken natuurlijk wel met de natuur in zoveel mogelijk natuurlijke manier, maar ook op hele synthetische manieren. Hoe kan je inside-outside bijna letterlijk verwarren? En hoe kan je beplanting gebruiken om ook de meest harde omgevingen nog een soort karakter te geven? Of hoe kan je beplanting gebruiken om de meest afschuwelijke dingen waar we altijd mee moeten werken? Namelijk, je krijgt een waanzinnig leuk buitenruimte toegewezen, maar daaronder zitten natuurlijk allemaal parkeergarages of machinekamers. En dan komen er ineens overal grote schoorstenen uit en nooduitgangen van metro's en putten en buizen. En hier is dan hele grote schoorstenen in Shenzhen, die we dan beplanten. En we hebben ook tuinen binnen, waar eigenlijk de architectuur, een soort architecturale kolommen gevormd worden door beplanting. En we zijn geïnteresseerd in zwaarte en in het gebruik van materialen en wat je ermee kan doen, maar natuurlijk ook in gewichtsloosheid. Want als je met stof werkt en met lucht en met licht en met klimaat, dan gaat het daar onder andere over. En ik heb het zelf altijd over de emancipatie van het gordijn. We willen niet meer gehoorzamen aan de architectuur. We willen zelfs niet meer afhankelijk zijn van de architectuur. Dus we hebben ook gordijnen gemaakt die aan ballonnen hangen voor bepaalde theatervoorstellingen. En gordijnen gemaakt die naar buiten gaan en die niet meer binnen hoeven te zijn, maar ook kunnen ontsnappen en gewoon buiten kunnen zijn. Is dit oké voor jullie? Kunnen jullie dit nog volhouden? Goed, dan ga ik nu een verhaal vertellen wat het gordijn, het doek, zou kunnen doen. En eigenlijk als een soort metafoor voor publieke ruimte hebben wij een installatie gemaakt voor de architectuurbiennale in Venetië. We waren uitgenodigd door het toenmalig architectuurinstituut, door Ole Bouwman, om Nederland te vertegenwoordigen in het verbeelden van de moeilijkheid of de crisis market economy, namelijk dat er alleen maar gebouwd wordt en alleen maar over winst en groei gedacht wordt, maar dat in Nederland en ook elders in de westerse wereld eindeloos veel gebouwen leegstaan, waar niks mee gebeurt en dat eigenlijk men vond, zeker het NAI op dat moment en terecht, dat lege gebouwen weer in gebruik genomen moeten worden en dat dat de economie ook zou helpen. En twee jaar daarvoor hadden ze ook zo'n installatie gemaakt waarin de hoeveelheid leegstaande gebouwen getoond werden. En nu hebben wij iets gemaakt wat eigenlijk laat zien dat je een leegstaand gebouw, zoals het gebouw van Rietveld uit de 50er jaren, wat een monument is en wat per definitie, omdat het alleen maar functioneert tijdens de kunst- en de architectuurbiennale, leeg staat. En dat je met een relatief eenvoudige ingreep. Oh, het ziet er daar beter uit bij mij dan hier. Bij jou was het omgekeerd. Oh. Dat je eigenlijk met een relatief eenvoudige ingreep allerlei dingen kunt beïnvloeden, veroorzaken, creëren die bruikbaar zijn op allerlei verschillende manieren. En de thema van de biennale van Chipperfield was Common Ground. En iedereen was bezig met sociale architectuur, helpen en terecht natuurlijk met tsunamis en armoede en ongelijkheid en al dat soort dingen. En wij hebben het door het thema op een andere manier opgevat. We hebben een installatie gemaakt die van hele eenvoudige dingen gemaakt werd, namelijk fietsketting,
een paar motortjes en een lap stof. En voor ons was dat een taal die overal ter wereld gebruikt kon worden. En wat wij wilden maken was een systeem tegen het plafond wat een doek van een bepaald formaat zou meenemen in verschillende, in een soort reis van 12 verschillende standen, waarin het doek verschillende soorten kamers kon gaan maken. En die verschillende kamers die suggereren een bepaald gebruik. Het kan een theater zijn, een kapper, een synagoge, een werkplek. Maar in ieder geval door die vorm zou daar de suggestie bestaan dat je met op een hele eenvoudige manier verschillende gebruiks manieren van gebruik kon introduceren. En we hebben ook alle ramen opengebroken, want in de beeldende kunst is er een hysterie natuurlijk over UV-licht en wordt alles afgeplakt. We hebben alle ramen opengemaakt en we hebben spiegels op het dak gezet die nog de zon ook nog eens naar binnen kaatste. En voor ons ging natuurlijk de installatie ook over tijd. De 12 standen verbeelden de 12 standen, de 12 uren van de dag en van de nacht. En dat de zon sowieso binnen kon met alle schaduw en beweging, maakte natuurlijk dat binnen alles bewoog van oost naar west. Maar door de spiegeling en terugspiegelen van de zon bewoog ook nog de tijd van west naar oost. Zo zag de installatie eruit. En wij hebben de lappen natuurlijk ontworpen. En die lappen die vertegenwoordigden, of dat doek, eigenlijk allerlei begrippen die in architectuur voorkomen. Dus het gaat over reflectie, absorptie, uitzicht, obstructie van uitzicht, horizontale organisatie, verticale organisatie, kleur versus non-kleur, enzovoort. En wij werkten met een Duitse producent. En die hebben het ook gedeeltelijk gesponsord. En die waren zo ontzettend goed dat het geluid, dat het hele installatie met die fietsketting en die motors helemaal geen geluid maakte. En dat vond ik zo jammer. Want ik vond juist het idee dat het een soort tik-tik-tik-tik-tik zou gebeuren toevoegen aan het hele idee dat het een heel eenvoudig structuur was. Maar het was zo gestroomlijnd. Dus toen heb ik toevallig een Nederlander ontmoet die meehielp met de installatie, die componist bleek, en gevraagd of hij alsjeblieft geluid kon maken van gevonden voorwerpen. En wat u daar ziet, ik dacht dat hier een rood dingetje op zat, maar dat doet het niet. Maar u ziet die pijpjes en die dingetjes en hij had een vinger gemaakt. Ja, die doe ik. Oh, hij zat. Ah, daar is hij. Oké. Dus hier ziet u, heeft hij aan de railsen metalen gevonden bouwstukjes gemaakt. En hier zitten ijzeren vingertjes geklemd op de bovenkant van het gordijn. En als het gordijn langskwam, dan ging er dus tik, 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 pling, 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 pling. En dan even niks. En dan kwam er weer later weer een ander geluid. En dat suggereerde voor heel veel publiek allerlei verschillende dingen. Japanners dachten dat het om een tempel ging. En Westerlingen dachten dat we gingen eten. En nou ja, het was allemaal multi-interpretabel. Ik wou u de film laten zien. Dat duurt wel even, maar een van de redenen waarom ik het wil doen is, ik zie nu niet waar het zit, maar oh, dat is een versnelde opname. Nou ja, goed, die is ook best, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De soort Charlie Chaplin wordt het zo, hè? Nou, in werkelijkheid gaat het allemaal vrij langzaam. Want een van de redenen van deze, is te gewoon de verkeerde film, van deze installatie is namelijk het thema tijd. Omdat wij allemaal geen tijd meer hebben. En eigenlijk nooit meer ergens kunnen wachten en nooit meer ergens kunnen zitten. En nooit meer kunnen kijken hoe iets zich ontwikkelt zonder dat je er meteen begrijpt waar het over gaat. En dus de film die ik wilde laten zien duurde 10 minuten. Dit duurt waarschijnlijk een paar seconden. Maar u ziet wel een beetje het effect van het gordijn.
Waarom ik het interessant vind ook als publieke ruimte is, het is natuurlijk één ruimte, daar beweegt de ding zich doorheen. Terwijl dat object beweegt, worden groepen uit elkaar, worden groepen gespleten of worden mensen bij elkaar gebracht. Ineens sta je met iemand, want dat gordijn staat stil en staat dan in een bepaalde stand een minuut stil. En dan is er opeens een kamer met mensen die elkaar niet kennen en die ineens een gesprek gaan beginnen. Of een groepje staat bij elkaar en ineens komt dat gordijn tussen je door en ben je opeens van elkaar gescheiden. Dus dat was een van de belangrijke dingen. Het andere wat ik er later ook in zag was de invloed en het belang van de mechaniek. De techniek die heel veel invloed heeft op onze omgeving. En wat later en misschien ook straks in de bibliotheek gebruikt kan worden. Ik kan hem ook stopzetten, hè? Door gewoon door te klikken. Ah, heel goed. Ik ga u nu een voorbeeld geven van een andere bibliotheek waar ik aan gewerkt heb een hele tijd geleden. Dat was de Seattle Public Library met architecten OMA. Het was een heel mooi proces en eigenlijk lijkt het misschien wel een beetje op het proces nu met de Lokhal, hoewel veel langer geleden en ergens anders. Dat we vanaf het begin af aan betrokken waren als landschaps- en interieurarchitect om mee te denken over die bibliotheek. Niet zozeer over niet over alles natuurlijk. Bijvoorbeeld niet over het archiefsysteem van de boeken of hoe het zich moest ontwikkelen als het zou groeien. Maar wel over de buitenruimte dat vrij beperkt was en de hele interieur. En hoe je mensen, publiek uit de stad, en dit lag werkelijk in het centrum, maar hoe je toch desalniettemin mensen uitnodigde om binnen te komen. En de uitnodiging om binnen te komen heeft het landschap heel belangrijke rol. En gewoon door zijn zachtheid, door geluid, door de geur, door het feit dat je er bankjes neer kan zetten, mensen kunnen zitten, ingangen heel duidelijk aan te geven. Wat ook heel leuk was, is dat de footprint, dus de plek van dat gebouw, werd door OMA, het gebouw van OMA, eigenlijk bijna helemaal in beslag genomen. Behalve een soort hoeken onder de overhangsels en zo. En daardoor zaten we eigenlijk tegen de stoep aan van de gemeente. En we hebben de gemeente met hulp trouwens van de directrice van de bibliotheek kunnen overhalen om daar waar de bibliotheek begon de straatbomen te veranderen. En om families van straatbomen te maken aan elke kant van de bibliotheek. Aan één kant was het familie Eiken, aan de andere kant de familie, wat zijn Maples ook weer, Esdoorns? Esdoorns, die ook een soort pleintje vormde, aan de andere kant naaldboom. Enfin, allemaal lokale bomen, behalve natuurlijk de Japanse asters, die eigenlijk een soort collectie of een bibliotheek van bomen werden. Dus vanaf de eerste schetsjes en ideeën, en hier ziet u al eigenlijk dat de boompjes en die groene vlakjes, dat is buiten en binnen gaan die vlakken een beetje door. En eigenlijk werd het concept van ons om de buiten een soort tapijten te maken van groen. Allemaal tapijten van lokale beplanting die goed tegen schaduw en wind en het verschrikkelijke klimaat van Seattle. Het druilt en het regent behoorlijk veel daar. En dan ga je naar binnen en dan worden die tapijten textiele tapijten. En die hebben we dan ook echt bedrukt met plantenafbeeldingen. We hebben ook meegedacht over alle kleurstellingen van de verschillende zalen. Kinderbibliotheek, zit-elementen, laboratoria, digitale bibliotheek, de bekleding van alle volumes binnenin om akoestische effecten te hebben, plafonds, wanden, vloeren. Die tapijten waren eigenlijk een soort textiele tuinen die naar boven liepen, waardoor mensen ook de weg konden vinden zonder dat je overal bordjes hebt van hier links en hier rechts. Maar die tapijten waren eigenlijk een soort bewegwijzering op zichzelf. En die vormden ook plekken waar mensen op konden zitten. En de afbeeldingen die we gebruikt hebben waren vrij groot, waardoor
Ja, dit was eigenlijk het ontstaan van het idee, maar dat ga ik nu niet vertellen. Dat duurt allemaal te lang. Hier ziet u de organisatie van de tapijten, waar die balletjes, dat zijn allemaal tapijten. Naarmate je meer naar binnen en naar boven gaat, veranderen die tapijten van kleur. Van groen naar blauw naar rood. Ze worden steeds warmer van kleur. Alsof je steeds meer inhoud krijgt en je hart steeds harder gaat kloppen, wordt ook de tapijtkleur en de interieurs warmer. En het zijn allemaal foto's die ik zelf gemaakt heb. En die zijn dan eigenlijk vertaald naar druktechniek. Dat heet injectieprint. Dat zijn echt injectiespuiten die de hele haar van de tapijt kleur geven. Dat is een synthetisch tapijt, antistatisch, makkelijk schoon te maken, licht echt, enzovoort, enzovoort. En die zijn bedrukt met deze foto's. De moeilijkheid was dat een foto, ook al is het van een groene plant, heeft 375 kleuren, als je dat in een computer laat meten. En een drukmachine kan maar 12 kleuren maken. Of 8 of 12. En dan meng je die, dan heb je 24. Dus je moet eigenlijk, ik geloof dat we er 2,5 jaar over gedaan hebben om werkelijk de kwaliteit en de schaal te vinden die we wilden hebben. En natuurlijk, iedereen bemoeide zich ermee of het wel mooi genoeg was. En wat we ontdekten is, en dat was toen, hè, we hebben het nu over 2000, dus 16, 17 jaar geleden, was de techniek nog niet zo fantastisch als vandaag, waardoor eigenlijk door het vergroten er een soort abstractie ontstond. En die abstractie die vond ik eigenlijk heel mooi, omdat je van dichtbij een bepaald effect hebt, maar als je ver weg staat, eigenlijk een hele scherp beeld krijgt van datzelfde beeld. Maar het verhaal is eigenlijk dat je dus de verbinding tussen binnen en buiten, waar Matthijs het ook over had, echt helemaal letterlijk kan. Dat hebben wij daar heel letterlijk genomen en letterlijk uitgevoerd. Dus je kreeg echt letterlijk een tapijt wat, het is nu natuurlijk net aangeplant, het is de opening van het gebouw, wat letterlijk van textiel wordt en dan naar binnen gaat. We hebben ook alle kleuren bepaald van bijvoorbeeld de hele structuur die eigenlijk het gebouw maakt. Wat voor kleur dat staal moest krijgen, dat hebben we heel licht blauw-grijs gemaakt om een beetje optimisme te krijgen. En de vloeren die lopen ook als een soort aardestroom naar binnen, dus van aarde naar hout, naar eigenlijk aardekleurige auditorium in het hart van het gebouw. Is een omsloten auditorium. En dat is ook als een soort landschap ingericht met groene stoelen van Maarten van Severen, bruine gietvloer en een heel groot gordijn wat akoestisch absorberend moest zijn voor sprekers en voorlezers. Ik weet niet of je het hier goed kan zien. Het concept was dat je het gordijn aan de zijwand hangt als je het niet nodig hebt. Dat het een theaterdoek wordt als je een voorstelling hebt. En dat het doorschuift als achtergrond van een spreker. Ook voor akoestische reflectie. Want ik heb bijvoorbeeld een hele zachte stem als ik geen microfoon zou hebben. En dan zou je een hele harde. Dat heeft effect, dan kunt u het beter horen. Dus één gordijn met twee gezichten heeft een enorm effect op wat je met zo'n ruimte kan doen. Dus dat is ook, wordt heel intensief gebruikt op die manier. Dit moet een berenhuid voorstellen. We hebben alles uit Seattle, ook de beren die daar leefden, hebben we het gebouw binnengehaald. Als een herinnering. Dus hier zijn nog wat indrukken van het gebouw, het lichtblauw van de structuur. En u ziet dat de rol van de schaal van de beelden van het tapijt eigenlijk de grootheid en de zwaarte van de meubels terugbrengt naar een soort elegantie. En dat was bij ons de bedoeling. Want ook al zijn de kasten, deze zijn ontworpen door OMA met Maarten van Severen. Dus die zijn op zijn allerlichtst en allertransparantst gemaakt. Maar toch, vol met boeken zijn het behoorlijke dingen. De meubels waren toen van Quinze en Milan. Dat hebben we allemaal begeleid. Die moesten helemaal volgens de eigenaresse van het museum of de directie kots, flow, luis en nog iets vrij zijn.
Want in Amerika, en dat is nu hier ook, zijn bibliotheken open voor iedereen. En kan alles gebeuren. Echt de hele dag en tot 's avonds laat is het open. En dus er moet transparantie zijn voor de veiligheid. En alles moet onmiddellijk schoongemaakt kunnen worden. En er moeten geen ziektes en veiligheid blijven hangen ergens in. En ze namen het heel serieus, het landschap en het interieur. Dus het was niet zo dat ik alles te horen kreeg via de architecten. Maar ik ben echt naar Seattle gevlogen in het begin. En ik heb gegeten met het hele bestuur. En die hebben mij uitgelegd wat een bibliotheek is. En waarom de connectie tussen binnen en buiten. Waarom het landschap, de beplanting, interieurafwerking en alles wat er gebeurde van essentieel belang was voor hun en voor het publiek en voor het gebouw. En zij vonden dat de vertegenwoordiging van de menselijke schaal. Nou is dat wel een cliché, maar het is misschien zo. En het uitnodigende van kom binnen, je bent welkom. Dit is geen elitair, modern, fantastisch, idioot gebouw waar je niet naar binnen durft. Maar dit is een gebouw voor jou, hier voel je je thuis. Dat is allemaal, en de bewegwijzering, dat is allemaal de rol van het landschap en het interieur, vonden zij. En ik was heel vereerd en blij dat het zo serieus werd genomen. In Qatar zijn we ook bezig, ook met OMA, toevallig. Heel warm klimaat, woestijn, niks. En daar in Doha, de hoofdstad van Qatar, ontwikkelt men een heel nieuw gebied. Dat heet Education City. En daar worden door internationale architecten allemaal verschillende culturele, medische, educatieve gebouwen natuurlijk, Education City gebouwd. En natuurlijk komen daar ook metro's naartoe. En dat wordt nu allemaal tegelijk ontwikkeld. Het is één grote stofwolk met fantastische profielen van geweldige gebouwen. Of in de maak of al klaar. En daar lopen allemaal studenten en professoren en bouwpersoneel tussendoor. En dit is de bibliotheek van één kant gezien van OMA. En daar ontwerpen wij, of hebben we ontworpen, want het is aangelegd, de buitenruimte, de tuin. En meegedacht over het interieur, afwerkingen. Dus niet zozeer de meubels, maar de afwerkingen. En daar maken wij ook een heel groot gordijn. Eigenlijk meerdere, maar één daarvan ontwikkelen we, of hebben we ontwikkeld met het textiel. Lab, textielmuseum hier in Tilburg. Dat was een heel gedoe en ik zal u vertellen waarom. Want 4 jaar voordat wij de opdracht kregen, een kunstopdracht overigens, om dit gordijn te maken. Dit gordijn creëert een auditorium in een hele grote open binnenruimte. Die blokjes die u ziet, dat zijn de boekenkasten. Symbool voor boekenkasten. Dit is een brug die zweeft over een hele grote open ruimte. En eigenlijk zit er een uitsnede in en dat vouwt naar beneden en dat vormt een auditorium, maar zonder wanden en zonder dak. En dus waren wij gevraagd om een gordijn te maken wat dat auditorium kan creëren als het nodig is en opheffen als het niet nodig is. En heel lang daarvoor had ik bedacht, ontzettend creatief, om een zwevende stalen balk te maken. Dat is door Arab engineers ontwikkeld. En dat is vastgemaakt aan een van de kolommen hier en hier aan de structuur van van de brug. Ver van het plafond. En daar zou dan ooit een gordijn aankomen. Maar wat ik niet besefte, en dat besefte ik pas toen we het mochten gaan doen, is dat als je een lap stof schuin ophangt, dat die lap stof zich heel lelijk gaat gedragen. Want het heeft met zwaartekracht te maken en weefsels die verzetten zich als het niet gewoon mooi recht naar beneden hangt. Dus we zijn naar het textielmuseum gestapt en hebben met iedereen gepraat daarvan. We moeten iets maken wat recht kan hangen, schuin kan hangen en ook weer recht kan hangen en ook weer schuin kan hangen en wat bewegen kan rondom hoeken. En hoe gaan we dat doen? En eerst hadden we het idee dat het een soort accordeonachtig systeem zou kunnen worden. Als een soort rups
die zo door de bocht zou gaan en dan zich op de een of andere manier zou vormen naar wat hij moest gaan doen. Daar hebben we allerlei we doen altijd alle tests zelf natuurlijk, maar we hebben ook meteen de bereidwilligheid gehad van het textiellab om allerlei tests te weven, om te kijken of dat de oplossing zou kunnen zijn. Maar we kwamen er al snel achter dat dat toch niet subtiel genoeg was. Dus we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we niet garen moesten gebruiken om een weefsel te maken in een bepaalde vorm, maar dat het garen zelf het moest doen. Dus dat we eigenlijk een garen moesten vinden wat zo glad was dat het zichzelf in positie zou schuiven. En vooral in de verticale richting, want daar ging het nu in dit geval over. Dus met andere woorden, als je weeft heb je natuurlijk schering en inslag. Dus horizontaal moest de boel bij elkaar houden, maar verticaal moest het gaan verschuiven. En daar is heel wat onderzoek voor gedaan om dat garen te vinden. Uiteindelijk is het, nou moet je me even helpen, Stef. Hoe heet het ook alweer? Schors? Ja, het is een viscozebast. Dus het is een natuurlijk product, gemaakt van de bast van bomen. Maar zo glad, het lijkt een beetje op raffia. Ik weet niet of jullie wel eens raffia. Ik had vroeger zo'n rokje. En dan indianen of zo. En dus daar leek het op, alleen ietsje glanzender. En daar hebben we allerlei tests mee gedaan. En hier zie je allerlei tests. En het is wel geweldig dat het textiellab bestaat, want dit kan je natuurlijk nooit alleen. En dat geldt voor al ons werk overigens. Die samenwerkingen zijn totaal essentieel en buitengewoon inspirerend. Dus met heel veel vallen en opstaan en met het oefenen met gradaties van grofheden hebben we een manier gevonden. Ondertussen moesten we natuurlijk ook een ontwerp maken. Want je hebt niet alleen een lab, het moet ook een verhaal vertellen. En dat geldt voor al onze gordijnen. Daar zit altijd een verhaal in. Ook trouwens in het landschap en in de tuin zit altijd heel veel verhaal. Dus we hebben natuurlijk met de architecten te maken, maar ook met werkelijke opdrachtgevers. En in dit geval was dat Qatar Petroleum en Qatar Foundation. En dat zijn ongelooflijk goede, strenge, goed opgeleide dames en heren. Vaak geheel of gedeeltelijk gesluierd. En dan presenteren we en dan zitten zij allemaal aan een tafel. De heren helemaal in het wit en de dames allemaal in het zwart. Met de meest prachtige make-up en ongelooflijk verzorgd en super slim en waanzinnig goed in de kritisch in de goede zin van het woord. Ze hebben allerlei ontwerpen laten zien wat zo'n doek kon vertegenwoordigen. De tuinen, educatie, filosofie, taal. Allemaal afgekeurd, afgekeurd, niet goed, nee. En toen uiteindelijk zei Marieke van der Heuvel, die met mij werkte aan dit doek, van laten we eens kijken, als je buiten staat, wat zie je dan? En als je naar de lucht kijkt, wat zie je dan? En natuurlijk zijn we in de woestijn en natuurlijk zijn de nachten koud en zijn de hemelen waanzinnig mooi. Want 's nachts wordt het helder, overdag is het altijd een beetje dampig. En dus hebben we geprobeerd om eigenlijk de hemellichamen te laten zien. Maar op een hele georganiseerde manier, natuurlijk op zijn Hollands, namelijk lineair. En dan echt met al die sterren en hemellichamen als de meest grote aanwezigheid. Maar stiekem waren al die vormen eigenlijk hetgene wat het hele doek bij elkaar hield. Maar ik zal u niet vervelen met alle details. En ik had het gevoel dat daar nog een grote schaaltekening overheen moest komen. Want anders heb je alleen maar een soort, vooral uit de verte, een soort wat ook op een overhemd kan lijken. Dat vond ik niet zo goed. Dus een groot beeld. En in het museum daar hebben we deze meetmachines gevonden. Astrolabium of Astrolabie. Waanzinnig mooi. En die hebben we eigenlijk opnieuw getekend. En die tekeningen uitvergroot en die deelgemaakt van het weefsel. Dan is dit de maquette. En wilden wij natuurlijk, dat doen we altijd, we maken het altijd extra moeilijk. We willen het doek altijd twee gezichten laten hebben. Van buiten
helemaal aansluitend op de architectuur misschien wel. Helemaal wit, want de hele binnenkant van die bibliotheek is wit. Witte marmer, wit aluminium. En van binnen, als je binnenkomt, een hele andere wereld. Natuurlijk donker, want het is een auditorium. En ook met het textiellab hebben we net zo lang met Marieke en Stef en iedereen die daarmee te maken had, net zo lang gezocht tot we een soort super vindingrijke damast jacquard weefsel konden maken, waarin je eigenlijk niet alleen zoals bij damast positief en negatief hebt, dus eigenlijk wat zwart-wit is daar, is wit-zwart daar, maar dat je het eigenlijk nog veel mysterieuzer maakte, dat er eigenlijk de ene kant bijna helemaal wit is en zilver, en de andere kant bijna helemaal zwart. En we hebben dan ook nog een gradatie ingebracht dat het van zwart naar blauw ging. Dus ik hoef u niet te vertellen, het was ingewikkeld. Maar ontzettend leuk om te doen. En dit zijn alle verschillende lagen van de verhalen van het weefsel, wat we allemaal wilden vertellen. En de vorm van het doek. Dus het doek is niet gewoon een rechthoekige lap, maar door die vorm van dat stalen hangende object heeft dat doek dus een hele vreemde vorm uiteindelijk. Nou wordt een doek geweven in banen. En we ontdekten dat het allemaal horizontaal aan elkaar gemaakt moest worden uiteindelijk. En we ontdekten ook, zoals altijd, dat er nooduitgangen in moesten komen. We hebben met Marieke samen zo goed en zo kwaad als het ging bij ons in het computer het hele ontwerp gemaakt. Maar dan ga je naar een textiellab en dan vertalen zij dat weer in een weefcomputerprogramma, wat echt ook weer een hele andere taal is. En dan moet je allemaal tests maken om te kijken of het uiteindelijke resultaat is wat je wil bereiken. En dan ga je in je studio kijken of het allemaal wel mooi is en goed en of het niet te los is, of het niet bubbelt enzovoort enzovoort. Hoe het eruit ziet als je het opslaat, is het dan nog overtuigend? De architect op bezoek, daarmee naar Doha, iedereen laten zien. En steeds meer geraffineerd tot het goed was. En dan heb je dus een heleboel meter stof. En toen moest het nog brandwerend gemaakt worden. Wat er dan gebeurt is dat het in een bad gaat en dan is het nat en dan moet het drogen. En toen ontdekten we dat de stof zich heel raar ging gedragen. Dus toen heeft het textiellab ook nog het initiatief genomen om enorme houten frames te maken, als een soort schilderijen, waar iedere stuk opgespannen werd, waardoor het helemaal glad opdroogde. Dan opgerold, ingepakt en gestuurd naar het productiebedrijf in Duitsland. Wij allemaal recepten getekend, zoals gebruikelijk, hoe de lappen aan elkaar of hoe de banen aan elkaar gemaakt konden worden. En meegegaan naar Duitsland, daar allerlei tests gemaakt. Ook hoe je een nooduitgang erin maakt enzovoort. Hoe je de zomen maakt, hoe de banen aan elkaar komen. Hier ziet u een beetje de schaal van het geheel. En hier was de laatste test waarin we alle stukken bekeken hebben op foutjes, op ophalen, op het uitlopen of het loslaten. En dan hebben we het opgehangen. Wisten jullie dat? Wisten jullie wel, hè? Er zijn drie bedrijven bij aanwezig. De mensen die de rails en de motors maken. De mensen die de gordijnen hebben gemaakt. Of tenminste in elkaar hebben gezet en die ter plekke moeten zomen. De ontwerpers. En dus hier ziet u het een beetje hoe het gaat komen. Het ophangen op zich is één werk. Dan is het doek veel te lang. Dan moet het precies goed hangen. En dat moet allemaal aan de railsen precies uitgerekend worden. Hoeveel, hoe ver, hoeveel speling je geeft, hoeveel plooi. Dan hangt precies die nooduitgang op de goede plek. En dan wordt alles afgemeten en gezoomd. Maar dit was het laatste wat ik gezien heb. En toen het helemaal af was, kon ik niet meer bij zijn. Maar je kan nu een beetje de indruk krijgen hoe het eruit gaat zien. Dus met alle naaimachines ter plekke, alle helmen op en plastic op de vloer.
En hier ging de zon onder. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar zie je het veel beter. Hier ging de zon onder, dus toen werd dat witte gordijn opeens heel goudachtig. Ik denk dat deze lezing een beetje te lang wordt. Want ik ben vast al heel lang bezig. Dit is een ontwerp voor Roeterseiland in Amsterdam. Wat? 3 kwartier. Oké, als u de trein moet halen, moet u het zeggen. Ik ga gewoon door. Roeterseiland is een universiteitscampus van de UvA, Universiteit van Amsterdam. Daar hebben we een prijsvraag gewonnen voor de buitenruimtes. Het bestaat uit allerlei verschillende gebouwen, verschillende faculteiten. En we hebben bedacht, het is het einde van de grachtengordel. En eigenlijk dachten we, het is mooi om sowieso de materialen van de grachten van Amsterdam door te zetten. Dus dezelfde baksteen, dezelfde randen langs de straat, dezelfde soort verlichting. Dus dat je helemaal de continuïteit van de stad doortrekt als een soort vloeiende beweging over dat hele Roeterseiland. Maar we hebben het toch een beetje anders toegepast, want we hebben de witte stenen die normaal gesproken gebruikt worden voor de zebra's en waarschuwingen, hebben we gebruikt als een soort versiering. Om een lint te maken, dat hadden we al wel vaker gedaan, zoals u zag in de ontwerpen, dat je een pad maakt wat heel lyrisch is en wat eigenlijk een soort kamers vormt, of zoals ik hier geschetst heb, een soort planten, tuintjes kan vormen, maar wat ook de studenten, duizenden studenten, eigenlijk moeiteloos kan leiden van de ene ingang naar de andere ingang of van de ene faculteit naar de volgende, zonder dat je per se die lijn hoeft te betreden of het hoeft te volgen. Maar stel dat je er zin in zou hebben, dan zou je dat wel kunnen doen. Dus dat lint, dat is eigenlijk hetgene wat de hele sfeer bepaalt en natuurlijk de steen, de kleur van de steen, de manier van leggen, de randjes. En we hebben speciale banken ontworpen die weer over die linten heen zweven, waar iedereen op kan gaan zitten. Dit is een van de binnentuinen. En hier zie je een van onze collages, wat we dachten dat het zou moeten worden, met een collectie, toch weer een beetje educatief. We houden erg van educatieve, botanische invulling van beplanting. Dit zijn allerlei magnolia's die op verschillende momenten van het jaar bloeien. En hier wordt het aangelegd. En nu wordt het, nu niet, maar het wordt zo gebruikt als het mooi weer is. En de banken worden gebruikt. En natuurlijk moet er nog van alles. En het heeft tot nu toe 4 jaar geduurd, hè Jana, geloof ik? Ongeveer. 4 jaar tot nu toe? Ja, we zijn nog niet klaar, hè? Half jaar te gaan. Dus het wordt natuurlijk stukje voor stukje aangelegd. Maar zoals u ziet, dat lint, dat ontkent eigenlijk alles. Alle logistieke. Maar dat schept een soort ruimte. Dan kom ik bij het project waar het hier vanavond eigenlijk over zou moeten gaan. Dat gaat het ook, want het ging ergens over, hè, het verhaal. We hebben een heel leuk team samengesteld. We werden gevraagd door Cloud Collective en we vonden het heel erg leuk. Braaksma en Roos en Laura zit hier ook. Die was vanaf het begin af aan betrokken namens Inside Outside, bij Inside Outside toen nog. En we hebben eigenlijk bij de eerste presentatie, dus om de prijsvraag bij de inlevering van de prijsvraag, dit soort bladzijden gemaakt. Dat je zegt, het is ruig beton en als tegenstelling tot het beton zou zacht textiel heel mooi zijn. En we willen natuurlijk ook een landschap weer maken wat buiten begint en wat de mensen naar binnen begeleid en misschien wel door het gebouw begeleid en misschien ook wel een bepaalde goede reinigende werking kan hebben, want dat begint aardig bewezen te worden, dat beplanting binnen een heel gezond klimaat maakt, zelfs ook goed voor de hersenen, voor de concentratie. Ik geloof niet dat het helemaal wetenschappelijk bewezen is, maar daar is men mee bezig. En we hebben eerst een filmpje gemaakt waarin we... Dankjewel. Ja. Waarin we eigenlijk laten zien wat we zo al bedoelen. Er zit geloof ik geluid bij. Nee, dat zat er niet meer bij.
Zat er niet meer bij? Oh, dat is jammer. Nou goed. Het geluid geeft eigenlijk eerst het geluid van de trein en dan van de stad en allemaal mensen en geluid en beweging. Ja, op de website heeft het geluid volgens mij. Ja. Dus het stadsbalkon is deel van het ontwerp. Ik ga dus niet het architecturale ontwerp uitleggen, maar het idee is van de architecten, en dat hebben we natuurlijk met veel gejuich gekoesterd, ontvangen en gekoesterd, om het gebouw zoveel mogelijk intact te laten en om de ruimte voor bibliotheek en voor Seats to Meet en voor alle bedrijven die dat gaan. Het is dus niet alleen bibliotheek, er zitten 3 of 4 organisaties die die ruimtes huren van de gemeente. Om dat niet 2 verschillende gebouwen te maken, maar 1 groot breed gebouw met een landschap van trappen en, een randen van terrassen. En eigenlijk 1 grote ruimte waarin je, als je klimt, eigenlijk alles vindt wat je nodig hebt. En onder dat landschap van trappen, die zich richt op het zuiden en op het spoor, is een hele andere wereld die weer toegankelijk is vanaf die weg, waarvan ik de naam niet meer weet, waarvan je... Hè? De Brokslaan. Heet die zo? Ja. Dus je komt vanaf de Brokslaan binnen in een andere wereld dan vanaf het spoor. En dat leek ons heel mooi. En dan zijn er natuurlijk allerlei openingen waardoor je naar binnen en naar buiten kan. Het is jammer zonder geluid, maar misschien kunt u een keer naar de website gaan. Het geeft allemaal biepjes en knorretjes en muziek en van alles. Dit gaat ook over de stijlkamers, de zogenaamde... In die bibliotheek wil de bibliotheek en heeft ook nodig allerlei afgesloten ruimtes waarin verschillende programma's plaats kunnen vinden. Educatieve programma's. Dat kan, of het is een leeskamer of het is een stille schrijfkamer, maar het kan ook een timmerwerkplaats zijn of een kookcursus. En de boeken die bij al die vakken horen, zouden dan bij die stijlkamers ook horen. Dus... Onze inbreng als Inside Outside is eigenlijk deze dingen. De textiele architectuur, daar hoort een railsysteem bij met motoren en computersystemen. Daar horen textiele objecten bij, stijlkamers en het landschap. En eigenlijk is het hele concept voor het interieur gebaseerd op de geschiedenis van het gebouw, namelijk de railsen. En de manier waarop de trein over een rails dankzij motoren beweegt en schuift. Dus het concept was om gordijnen te maken met die aan rails hangen en die kunnen verdwijnen of tevoorschijn komen en kamers maken. We hebben het idee dat de tuinen op rails staan, dus dat het eigenlijk wagons van een trein kunnen zijn waar tuinen in gemaakt worden. En meubels die ook op die manier schuiven langs de trappen. Dus het railsysteem weer als een soort uitgangspunt, basis voor alles. Hier ziet u de eerste lijnen van de gordijn, of van de vormen die gordijnen kunnen gaan aannemen en de kamers die ze in die ruimte kunnen maken. Het worden gigantische doeken. Heel hoog. En daardoor dus met behoorlijke impact op akoestiek, op atmosfeer, op licht, op zonwering, op ruimteverdeling, op intimiteit enzovoort. Dus het zijn flexibele ruimtes. En we laten steeds voorbeelden zien van wat we al eerder gemaakt hebben. Dit is met Meccano voor de Rabobank in Sittard. Dit is voor UPC, hoofdkwartier in Leeuwarden. Dit is voor de Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Dit is voor een tentoonstelling in Bordeaux. Dat zijn allemaal alleen maar met gordijnen gecreëerde kamers. Dan kun je stoffen gebruiken die massa is gelijk aan geluidsabsorptie. Maar natuurlijk ook de stof zelf of de geplooidheid ervan. Dus de keuze van materialen, de volheid van materialen, het gewicht van materialen heeft
heeft effect op de akoestiek. Daar zijn we mee bezig met Arab in Amsterdam. Die hebben een soort kamer gemaakt waar we met van die 3D-dingen op door de bibliotheek gaan met de architecten en dan te horen krijgen met gordijn, zonder gordijn, wat is het effect op de bibliotheek, de toekomstige bibliotheek. Het kan natuurlijk ook een wandkleed zijn zoals we gemaakt hebben voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dan is het geen gordijn, maar dan zit het tegen de, net als een tapijt, een wandkleed tegen de wand aan. En die akoestiek is ook belangrijk voor die ruimte. Nou, zonwering en lichtfiltering, duidelijk. Op het zuiden kan dat een goede rol spelen. Dat hebben we vaak gedaan voor allerlei verschillende ruimtes. Dan is ook het gordijn een bruikbare oppervlakte. Dus niet alleen maar een wand of een scherm of iets wat er echt voor bedoeld is. Maar een gordijn kun je van alles mee doen. Je kan erop projecteren. Je kan er op drukken, je kan er informatie op kwijt. Je kan het doorboren, waardoor je ook een verhaal kan vertellen. Dit is voor de synagoge in Amsterdam. Dit is de westkant en aan de oostkant er tegenover is precies zo'n doek. Alleen met jonge twijgjes en dit is een hele oude wijze boom. En in het Joodse geloof gaat het natuurlijk allemaal over het overbrengen van kunde en ervaring en geloof van de ene generatie op de ander. Je kan er natuurlijk privacy en intimiteit. Hier heb ik weer dat voyeurisme, maar ja, kan gewoon niet anders. Creëren met gordijnen. Afhankelijk van wat voor materiaal je gebruikt, is het intiemer of minder intiem, sportiever of minder. Je kan, wat het plan is om de gordijnen voor de lokaal kleurloos te maken, min of meer kleurloos. Maar daar kan je heel veel variatie. Het kan glimmen, het kan dof zijn, het kan dun zijn, het kan dik zijn. Het kan gaten hebben, openingen hebben, enzovoort. En dus je kan ook, als je kleurloos zegt, denkt iedereen, oh, nou, leuk. Dat zijn zeker architecten. Maar je kan er heel veel mee doen wat toch behoorlijk lyrisch is. En je kan er lagen maken in gordijnen met verschillende lichtinvallen. Dit gordijn is 's avonds helemaal wit. Dan zie je niks. Maar overdag komt de voering is heel erg bedrukt. Of heel intens bedrukt. En dan komen die tulpen, die komen overdag, komen die langzaam naar binnen. Dus ook kleurloos kun je heel veel bereiken. En dan heb je natuurlijk het issue van veiligheid, dus alles moet brandwerend zijn. Alles moet onderhoudsvriendelijk zijn, maar er moeten ook openingen zijn en deuren en spleten waar je kan vluchten of de ingangen en uitgangen makkelijk kan vinden. Dit gaat in dit geval over die deur. En je kan zichtlijnen creëren. En toen wij spraken met de gebruikers, vonden zij dat een heel interessant idee. En ook de architecten natuurlijk. Want iedereen is bang dat die gordijnen alles dichtmaken en toch massief als je ze gebruikt. Maar je kan in die gordijnen weer openingen maken, waardoor je misschien, ik weet niet of je die blauwe lijnen goed ziet, maar je kan gewoon uitrekenen waar ramen of spleten moeten komen om toch altijd weer die transparantie en dat gevoel van dat landschap en dat hele grote wijdse interieur vooral te behouden. En of dat nou ronde ramen zijn of vierkante of rechthoekige, zo is hij dicht, maar zo is hij open. En dan, hoewel iedereen zijn eigen kamer heeft, kun je toch dat hele gebouw nog steeds ervaren. En hier hebben we een beetje proberen aan te geven wat die gordijnen allemaal kunnen zijn. Ze kunnen dus verdwijnen langs de ruggengraat van die twee gebouwen hebben een enorme rij van hele grote kolommen, een balksysteem, dat noemen we altijd de ruggengraat. En die gordijnen die kunnen daar tegenaan opgeslagen worden, waardoor alles weer open is. En je kan ze er op allerlei manieren toepassen. En daarmee allerlei verschillende kamers en functies, eigenlijk zoals u zag in Venetië, in onze installatie. De functies worden eigenlijk gedicteerd door de positie van het gordijn, of andersom natuurlijk. Dus je zegt, ik heb dat nodig en dan zorg je ervoor dat dat kan. Door een simpele verschuiving van een zacht vlak.
enzovoort. Dus soms is het een massieve aanwezigheid en soms is het een hele bescheiden aanwezigheid en soms alleen maar functioneel. En hier proberen we een... Bijvoorbeeld bij Seats to Meet willen ze het gordijn niet tot de grond hebben. Moesten we even aan wennen. Want ze vonden het heel vervelend dat je altijd ergens doorheen moest waden. Dat kan je je ook wel voorstellen. Dus daar hebben we een gordijn, een hoogwatergordijn gemaakt waar je onderdoor kan. Maar dan gaat het toch over de definitie van een ruimte en de akoestische effect ervan. En dat zal zeker ook goed werken. We hebben ooit een presentatie gemaakt voor de stijlkamers en daar hebben we heel erg het accent gelegd op. Dus dat worden kleine kamertjes, die zijn verspreid over dat hele landschap, onder en boven, lang, klein, breed, laag, doorzichtig. Maar ze hebben natuurlijk allemaal een verschillend interieur, want ze hebben een verschillende functie. En dit hebben wij op deze manier weergegeven. Dat je een deur open doet en in een hele andere wereld komt. Maar we hebben ook aangegeven dat als je een ruimte wil hebben waar je les gaat geven in digitale technologie of in scheikunde of in timmeren, dat dat toch door dat soort bedrijven waarschijnlijk gesponsord moet gaan worden. Ik bedoel, misschien vindt Apple het wel heel interessant om één zo'n stijlkamer in te richten. Natuurlijk moet daar Apple op staan, waarschijnlijk. Of ik noem maar wat hoor. En iemand anders wil de andere kamer inrichten. Dus uiteindelijk geven we alleen maar aan wat er op die manier kan. En zijn wij nu bezig om duidelijk te maken dat we heel goed de buitenkant kunnen bedenken. En ook de manier waarop zo'n stijlkamer zich sluit en opent. Zodat je in ieder geval dat je zichtbare en tastbare objecten maakt in de ruimte. En dit zijn allemaal diagrammen hoe die verschillende stijlkamers eruit kunnen zien. Het gaat alleen nog maar over open en dicht. En of het open vouwt linksaf, rechtsaf, naar boven. Misschien wel helemaal als een soort vouwdoosje open vouwt, waardoor er allemaal verschillende boeken en ik weet niet wat eraan hangt en waar mensen mee kunnen werken. Maar het gaat erom dat eigenlijk met een vrij eenvoudige techniek je van iedere stijlkamer alleen al in zijn beweging, hoe die zich opent en sluit, verschillende ruimtes kan maken. Verschillende identiteiten. En dan de aankleding van de buitenkant. En dat is, daar zijn wij natuurlijk ontzettend goed in. Door daar een soort afwerking te maken die driedimensionaal misschien is, die misschien zacht is, misschien hard, misschien kleur heeft, misschien geen kleur heeft, maar waardoor je echt altijd een soort vreemdkörper hebt van hé, daar is een heel speciaal doosje, daar wil ik in, dat is iets wat me nieuwsgierig maakt. En wat dus eigenlijk de boel animeert. Impressies van verschillende stijlkamers van buiten, transparantie versus opaak, of hoe noem je dat? Massief en open en dicht en hoe dat zich ontvouwt. En een stijlkamer kan ook een tapijt zijn, natuurlijk. Hoeft niet een volume te zijn, kan ook een plek zijn. En dan hebben we het onderwerp landschap. En dan komen we weer terug bij Matthijs' verhaal. Dat het eigenlijk een heel groot gebied is, de spoorzone. En ik geloof dat Quadrat als landschapsarchitect met het geheel bezig is. En wij hebben ons daar natuurlijk ook mee bezig gehouden. Hoe krijg je, als je onder dat spoor doorkomt met die prachtige doorgang van Cloud Collective, met die lichtgevende flanken, en je komt daar bij dat spoor en dat hele langwerpige verhaal waar allemaal nieuwe gebouwen komen, hoe maak je dan een vloeiende beweging waardoor mensen automatisch de weg vinden? En dan hebben we hier aangegeven welke gebieden wij rondom het gebouw en in het gebouw, maar eerst eens rondom het gebouw, aantrekkelijk zouden kunnen maken met de taal van tuin of landschap of groen of beweging of licht of seizoenen of allerlei thema's die educatief kunnen zijn, die eigenlijk educatief ook kunnen zijn. Dus die kunnen mensen leren hoe je met beplanting om kan gaan, of het kan allemaal eetbaar zijn, of het kan allemaal Nederlands zijn. Daar kan je een thema voor zoeken of vinden.
En dat betekent dat je alle structuren die daarachter blijven ook kunt gebruiken om zo'n tuin te maken. En ook in de kleine hoekjes aan de westkant of de open kant aan de oostkant, dat je daar allemaal verschillende soorten tuinen kan maken die een verbinding leggen tussen verschillende gebouwen, tussen de voor- en de achterkant. En die ook entrees, hoe klein ook, aangeven. Dat je mensen erin lokt, zodat ze ook de zijingang kunnen vinden of de achteringang of alle dingen die nodig zijn. En je kan er een groots entree mee maken natuurlijk. En dit zijn dan de vlakken waar die groen kunnen worden. Dan had ik het al over de sporen, hè? De trein... hoe heet het nou? Treinrails, dank u wel. Ja, het is hetzelfde woord. Treinrails. Dus het principe is allemaal over die rails en dat tuinen kunnen rollen van binnen naar buiten, letterlijk. Als we goederenwagons zouden kunnen gebruiken die beplant kunnen worden op verschillende manieren. Sommige tuinen die binnen kunnen blijven en andere tuinen die buiten het beter zouden doen. En hoe dat gebruikt kan worden als terras of als actieve tuin waar je in kan tuinieren. Of waar je lekker in kan lezen. En zo illustreer je wat af in zo'n proces. Eerst is het een schets en dan wordt het een driedimensionaal en dan wordt het heel technisch. Gewoon om te laten zien, oké, planten in een bibliotheek met boeken, papier. Nou ja, ik geloof in het boek, hè. Ik weet niet of u erin gelooft. Ik denk dat het boek ons allemaal gaat overleven. Maar het is natuurlijk gevoelig voor vocht en dergelijke. Dus als je beplanting hebt binnen, moet je dat heel goed doen. En dus we hebben eigenlijk bedacht dat we grootschalige beplanting willen doen. En dat komt omdat ik een allergie heb. Ik weet niet of mijn landschapsarchitectenteam het daarmee eens is. Maar ik heb een allergie tegen allemaal kleine plantjes die overal zweven. En die heel stoffig worden en dan langzaam doodgaan. Ik vind het mooier om grote vlakken te maken. Dus we hebben het nu over tuinkamers. En omdat het gebouw prachtige, gigantische stalen balken heeft, eigenlijk net zoals een toneelbrug, en die kunnen ook nog schuiven, mag straks niet meer voor de veiligheid, maar die worden gestabiliseerd, om daarbovenop van die grote tuinkamers te maken. En die kunnen ook een thema hebben. Het kan ook een plantenkast zijn of een echte kamer waar je in kan. En dat moeten we allemaal nog bedenken. Dus we zijn aan het zoeken ook aan bedrijven en tuinders en kwekerijen die mee zouden willen doen om met de stad van Tilburg dit te kunnen verwezenlijken voor de verrijking van de ervaring van de bibliotheek. Esthetisch en inhoudelijk. Dank u wel. Zijn er vragen? Piept nog een beetje, ik weet niet of het mijn schuld is. Terwijl me nog even bijkomt en de vraag aan het bedenken is, heb ik er wel vast een. Het is een wat complex proces, daar hadden we voorafgaand hieraan ook nog eventjes over. Omdat eigenlijk gaandeweg allerlei dingen nog gerealiseerd moeten gaan worden. Van wat je nu hebt laten zien, welke dingen gebeuren daarvan in ieder geval zeker wel? En zijn er ook dingen bij waarvan je nog niet weet of er, of die nou echt gaan komen? Nooit, je weet nooit echt iets, maar ik denk dat het gebouw er wel gaat komen. En het is niet moeilijk hoor. Het is gewoon altijd een heel... Er zijn heel veel partijen die ermee te maken hebben. Het is de gemeente, maar er zijn natuurlijk allerlei andere spelers in het spel. Ik denk dat de gordijnen zo verbonden zijn aan de architectuur, dat ik heel veel vertrouwen heb dat die er wel zullen komen. Omdat als dat niet er komt, dan weet ik niet. Maar dan heb je eigenlijk een heel belangrijke speler buitenspel gezet. Dus ik denk dat die er wel gaan komen. Ik denk dat de interieurafwerking, dat we samen met Cloud Collective daar graag aan zouden willen werken. En dat zal ook wel gebeuren.
Waar we heel graag voor willen lobbyen zijn natuurlijk die stijlkamers. Maar daar hebben we heel veel medestanders voor. Want in de bibliotheek zelf zijn mensen die dat allemaal begeleiden, initiëren en inhoud geven. Maar de invulling van die stijlkamers, wat erin komt, dat moet nog helemaal uitgezocht worden in het bedrijfsleven en overal waar en hoe. En ik denk ook, tenminste, ik had een gesprek met mijn collega Laura van Zanten en die zei, ja, het is natuurlijk allemaal tijdelijk. Misschien is het 5 jaar lang iets en dan wordt het iets anders. Die stijlkamer is nu misschien een digitale lesgeven in digitale technologie, maar misschien over 5 jaar wordt het iets anders. Of misschien willen ze nu allemaal veganistisch koken erin, maar over 5 jaar weer lekkere Franse keuken met veel roomboter. En begrijp je? Dus dat, ja, dus dat moet flexibel zijn. Helemaal af is het toch nooit? Dus het helemaal blijft af in is het nooit. Ja. En ik denk dat het meest onzekere is op het ogenblik de groene invulling, dus de tuinen. Want daar is in ieder geval geen budget voor. Maar er is wel een noodzaak om daar iets te doen, natuurlijk. Dus dat is nog heel jong, denk ik, in het proces om daar in ieder geval financiële steun voor te krijgen. Ja, ik zie hier een vraag over. Hallo, Jan Albrecht, IDT Media. De gordijnen worden natuurlijk allemaal in het textielmuseum vervaardigd, of niet? Ik ben bang van niet. Sorry. Nee, domweg omdat we het hebben over houdbaarheid, maar we gaan het er zeker over hebben met het textielmuseum. En natuurlijk voelen we ons heel erg geroepen om het te proberen. Maar door de eisen die gesteld worden en door het budget wat er is, dat moet uitgezocht worden. Maar als het echt zo hufterbestendig moet zijn zoals het moet gaan worden, dan weet ik niet of we een geweven stoffen gaan maken. En dat is eigenlijk mijn enige aarzeling, want verder zou ik alles wel met het textielmuseum willen doen in Tilburg. Voor de stad Tilburg al helemaal. Maar of we geweven stoffen gaan gebruiken, dat is eigenlijk het punt. Want we werken ook heel veel met industriële producten, producten uit de landbouw, uit de luchtvaart, uit de sport. Ik bedoel, we zijn altijd op zoek naar dingen die echt overal tegen kunnen. En het moet natuurlijk veilig zijn en schoon. En... Maar daar hebben ze toch ook expertise in? Ze zijn toch het beste ter wereld, of niet? Vast, dus we gaan zeker praten van, kunnen jullie met vlamwerend plastic zo dicht weven dat er geen flow tussen te krijgen is? Hetzelfde met plantjes. In de regio? Ja. We zouden heel graag steun vinden in de regio, in Brabant, voor de tuinen. Zijn er... Wat kan het publiek wat hier nu is en wat misschien ook nog thuis meekijkt, ik zal daar eens vragen hoeveel er waren, daar nog in betekenen? Sorry, doorvertellen. Wat zei je nog? Sorry, ik verstond het niet. Of ik was met mijn gedachten ergens. Kan iedereen een soort ambassadeur worden om dit verhaal te vertellen? Oh, dol, graag. Ja. Zal ik het nog een keer vertellen? Ja, heel graag, heel graag. We hebben echt alle hulp nodig, ook gewoon om mensen bewust te maken wat er allemaal speelt. Er speelt natuurlijk nog veel meer, want er moeten ook boekenkasten ontworpen worden. Dat is ook iets wat bij de architectuur hoort en wat echt ook nog ontwikkeld moet worden, zodat ze heel goed functioneren. En dat het archiefsysteem zo is dat het de bibliotheek zich kan uitbreiden of inkrimpen, digitaal. Fysiek enzovoort. Daar is nog heel veel werk te doen. Ja. Dat is al de tweede keer dat ik dat hoor vanavond. Volgens mij heeft Matthijs dat ook al een keer gezegd. Ja, ik bedoel het niet als huiswerk. We doen graag mee, toch? Ja. Maar dank u wel voor uw aanwezigheid. Verder, zijn er verder nog vragen? Ik ben wel even benieuwd, Matthijs, om nog wel even bij jou terug te komen. Jij gaf aan het begin ook wel mee, denk eraan dat het
binnen en buiten ook met elkaar verbonden moet zijn. Dat het gebouw niet ophoudt bij de muren, zeg maar. Als je dit zo gehoord hebt, maak je daar al iets minder zorgen over? Of blijft die vraag echt wel heel erg staan? Ik zal even met de microfoon komen, want heb je afgedaan. Nou, minder zorgen inderdaad, want het is in handen van goede ontwerpers. Dat is een belangrijke stap, lijkt me. Dank je. Die zijn bezig om te werven, dus... Maar het moet natuurlijk in een integraal plan terechtkomen. Ja. En dan haalbaar worden gemaakt. Zijn er verder geen vragen meer? Is er iemand van Quadrat hier? Die heb ik niet op de lijst zien staan. Niemand? Nee. Oké. Okay. Helaas. Zegt u? Quadrat, dat zijn de landschapsontwerpers van het spoorzonegebied. We willen heel graag samenwerken namelijk. We hebben vast een telefoon, maar heb je hier nog een vinger? Sorry, ik ben een beetje verkouden vandaag. Dus ik ook, ja. Ik dacht dus inderdaad na over die zone tussen onze mooie nieuwe onderdoorgang en het station. Ja. Volgens mij noemen we het een boulevard of ik weet niet welke naam het gaat krijgen. Ja. Maar daar wil ik eigenlijk als eerste misschien wel een beeld van zien. Want het gebouw is nu één ding en er staan pijlen van hier moeten we straks naar binnen. Ja. En dan gaan we allemaal moeite doen met een heel klein pleintje van ja, wij willen laten zien dat je er ook naar binnen kan. Ja. Dan denk ik van nou die ruimte en die gebouwen die er nu voor zijn gepland, die hebben, ja, we hebben daar denk ik vierkante meters moeten zoeken om nog te kunnen bouwen. Dat is het idee wat ik erbij krijg en niet zozeer dat we dat plein wat daar ligt gaan gebruiken om dat gebouw te betreden. Want er staan nu twee gebouwen voor die daar niet zo heel veel mee doen, naar mijn idee. Nee. Ja, ervaar jij dat dan ook als een negatief iets of als een moeilijkheid? Nou, ik heb geleerd dat je niet iets negatief moet zien, want dan kom je ook niet verder. Dus we zijn helaas niet betrokken geweest bij het stedenbouwkundig plan, maar dat is geloof ik ook al heel lang geleden begonnen. En dat ontwikkelt zich nog steeds. Maar je hebt in ieder geval een hele lange zone langs het spoor. Ik vind het jammer dat daar een fietsenstalling komt, maar dat is mijn mening. Ik weet niet of ik gelijk heb. En er is daarachter die weg. Nog een keer, die weg die de vroeger niet was. Je kan het zien als een grens, maar je kan het ook zien als een deel van een landschap. Dus we hebben eigenlijk hele lineaire omstandigheden voor en achter en allerlei pockets ertussen. Zo zou je het kunnen zien. Hè? En al die gebouwen zijn op verschillende hoogtes, dus we krijgen ook allerlei verschillende schaduw- en zon-effecten. Je zou natuurlijk het liefst willen dat het ding helemaal vrij lag, maar dat is nou helemaal niet zo, want de stad wordt steeds intenser. Maar ik denk niet dat het laatste woord gezegd is over ieder gebouw en over de indeling. Maar ik ben daar geen onderdeel van. Ik moet gewoon leren werken met wat er is. En zo goed en zo kwaad als het kan. En in gesprek blijven. Ik denk dat dat helpt. Dat hebben we in ieder geval vanavond ook geprobeerd. Het blijft blijft een work in progress, zoals ik aan het begin ook al even zei. Ik hoop ook dat u er een hoop van mee zult nemen over verbindingen, over de waarde van het publiek interieur, over verbindingen tussen binnen en binnen, tussen binnen en buiten en binnen de publieke ruimte. Ik zou zeggen, neem het mee en vertel het ook vooral door. Voor nu gaan we afsluiten. Bent u nog van harte welkom om even iets te blijven drinken en dan zien we u graag op een volgende bijeenkomst weer.